Kijk, het komt aan een soort veiligheid die je hebt. En dat gold voor mij ook. Van de overheid, die heeft het beste met ons voor. En die kan je vertrouwen en die doen het allemaal goed. En al die internationale connecties die er zijn. Nou, ik weet niet of het allemaal zo afgestemd is. Ja, ik kan nu allemaal wel zeggen, het komt mij niet uit of ik wil dit niet horen. Maar waar het om gaat is, hoe zit het? Als je je zeker genoeg voelt in jezelf, dan is het ook minder bedreigend om fundamentele waarheden of de structuur van het bestaan zoals je denkt dat het eruit ziet, om dat af en toe aan te kunnen rammelen. Mexicaanse griepvaccins hebben narcolepsie veroorzaakt. Weet je wel, dat soort zaken allemaal. Waar we de artsen allemaal blind zijn uitgegaan van het zal wel kloppen, want het is door de systemen heen gekomen. Maar blijkbaar zit er dus iets in de systemen wat niet goed is. Ja. Maar heel veel van wat wij in de dagelijkse praktijk doen, zowel in de huisartspraktijk als in het ziekenhuis, daarvan kan je wel afvragen van, is dat nou allemaal zo keihard bewezen? Ik vind als je de vrijheid van meningsuiting, als je die aantast, en al helemaal als journalist, daar ben ik heel allergisch voor. Zag ik dat er met vol geweld werd ingeslagen op mensen die op de grond lagen, dat er honden op afgestuurd werden, dat er werd doorgeslagen bij mensen die al helemaal uitgeschakeld waren, op de grond lagen. Toen dacht ik, ja, is dit Nederland? Ik heb de morele verplichting om nu op te staan en hier iets tegen te doen en mensen te beschermen. Vormen rondom die demonstranten om te zorgen dat dit soort geweld niet plaatsvindt, om hen te beschermen. Dacht ik, ja, hier moet ik bij zijn. Wat gebeurt er in de media? Het is een verkleed partijtje van mensen die niet echt veteraan zijn en ook geen zorgmedewerker zijn. Het klopt gewoon echt niet. Ze verdraaien echt de feiten. En dat zou ik niet snel zeggen, dit soort dingen, want ik zie altijd wel de nuance. Maar hier zijn de feiten echt gewoon niet gevolgd. Dit is fake nieuws. Mijn patiënten kunnen altijd op mij rekenen. Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. En lieve mensen, bezoek even mijn website www.jornluca.com. Wij zijn nu een hele mooie module aan het inbouwen, dat alle video's en alles wat we maken op de website terechtkomt. Een aantal weken geleden, of eigenlijk vorige week, is de video met Wibren van Haga verwijderd. En ik ben een beetje bang dat dat vaker gaat gebeuren en dat ik zo meteen mijn account kwijt ben. Dus we zijn de website helemaal aan het pimpen en aan het klaarmaken om er alles op te kunnen zetten. Echt een verzamelplaats waar iedereen samen kan komen, waar je ook een account kan aanmaken, waar je kan chatten met elkaar, waarin je kan reageren onder de video's en onder de blogs. Dus ga naar mijn website, daar kun je doneren ook en daar kun je meehelpen om dit te helpen bouwen, zodat we de censuur van de big tech gaan omzeilen en zodat we het allemaal lekker terug naar onszelf kunnen halen en we censuurvrij alles kunnen maken en plaatsen wat wij willen. Dus dank je wel daarvoor. En dan nu over naar de introductie van mijn gast. Lieve dames en heren, ik kijk al een tijdje uit naar dit gesprek. Het is iemand die heel erg dichtbij mij staat, maar we wel op een tijdje hebben gewacht voordat we het gesprek gingen doen. Hij is ook niet zo heel vaak op camera's te vinden, maar schrijft wel behoorlijk vaak. Hij is een huisarts. Hij heeft een eigen praktijk. Hij is ook tevens mijn stiefvader, dus voor de trouwe volgers van mij, die weten nu al wie het is. En hij is een van de eerste huisartsen die zich echt onwijs kritisch over het beleid durft uit te spreken. Middels pen, maar ook middels woord. En is tegenwoordig ook te vinden op een demonstratie hier en daar. Lieve dames en heren, ik zit hier met niemand minder dan huisarts en mijn stiefvader Jan Vingerhoets. Hey. Hey. Zonder voorbereiding heb ik toch die intro er even Ja, uit. Die komt er even vlot uit, hè? Komt er vlot uit. Ik heb het vaker gedaan, volgens mij. Ik heb het vaker gedaan. Hey, we zitten in Woensdrecht. En ik vind het echt zo leuk. Ik kijk er echt al naar uit, omdat sowieso onze band door de jaren heen is. Waardeer ik enorm. We hebben altijd goed kunnen praten, denk ik, over een legio aan onderwerpen. Maar ook gewoon dat we in het huis zijn waar ik ben opgegroeid. En dat ik Zuid-Afrika ben opgegroeid, ben ik hier komen wonen. En later ook met jou hier gewoond en hier nog vaak te vinden. Dus ja, het is een warm bad en ik vind het superleuk om hier een podcast met jou op te nemen. Ja, het is heel vertrouwd hier, hè? Ja. Ja, lekker gezellig bij de haard. En dus ook voor jou, want jij bent eigenlijk helemaal niet zo mega camera mens. Je schrijft liever dan dat je op camera's spreekt en zo, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. Nee, ik heb zelf het gevoel dat ik meer een schrijver ben dan een grote redenaar. Mm. En ik hoef eigenlijk niet zozeer voortdurend met mijn hoofd voor de camera.
Maar ja, het is een beetje zo gegaan toen ik op een gegeven moment dacht, laat ik eens even iets op LinkedIn zetten. Een half jaar geleden wist ik nog niet eens hoe ik het moest schrijven, bij wijze van spreken. Mm. En toen heb ik het op een gegeven moment gebruikt om wat vragen eigenlijk te stellen en wat gewetensbezwaren aan de orde te stellen, vooral voor collega's. Ja, en dat is eigenlijk een beetje met me aan de haal gegaan. Mm. Dus van het een kwam het ander. En elke keer dacht ik, oké, nou moet ik het eventjes stoppen. Maar toch kwam er steeds weer wat nieuws. Waarvan ik dacht, ja, hier moet ik toch eigenlijk even iets mee. Ja. En er zat ook een zekere ontwikkeling in. Maar goed, daar komen we allemaal nog wel over te spreken, denk ik. Ja, want het is wel interessant eigenlijk om voor de mensen thuis. Want ik heb het natuurlijk allemaal van dichtbij mogen meemaken. Yeah. Dat hele proces. Ja. Yeah. Maar hoe is dat voor jou eigenlijk geweest? Want ja, je had natuurlijk gewoon je praktijk eigenlijk. En, ik weet dat jij in maart had je zelfs een coronapraktijk, geloof ik, hè? Ja, dat klopt, ja. In het begin van het jaar. Toen kwam ik terug uit Afrika, waar ik een tijdje als vrijwilliger in een ziekenhuis had gewerkt. Waar ik je ook nog heb komen waar we samen ook nog zijn geweest. Ja. En we kwamen terug en toen denk ik dat we nog 1 week normaal hebben gewerkt in de praktijk. Vervolgens kwam al de maatregel van je mag geen handen meer schudden. En toen ging het op een gegeven moment een beetje in een stroomversnelling. En toen was op een gegeven moment de gedachte, oké, we moeten proberen te voorkomen. We wisten heel weinig van corona. We hadden het idee, het is iets wat heel groot kan worden. En we tasten in het duister. We weten niet precies waar we mee te maken hebben. Maar het zou wel eens heel groot en heel gevaarlijk kunnen zijn. En we moeten in elk geval zorgen dat de praktijken een veilige plek blijven voor de patiënten. En die mogen natuurlijk geen bron van infecties worden. Nou, we zaten toen daarmee. En tegelijk met het probleem dat er heel weinig persoonlijke beschermingsmiddelen waren. Mondmaskertjes, die moest je nog her en der bij elkaar grabbelen bij de plaatselijke tandarts. En sommige bedrijven die dan wat contacten in China hadden waar ze nog te krijgen waren. Pakken, als je die wilde hebben, pakken om je te beschermen. Er waren soms van die schilders overal die we aandeden. Dus het was een beetje improviseren. En toen dachten we, oké, als we nou met iedere praktijk in de stad, iedere patiënt die we zien, zo'n pak moeten gaan gebruiken en allerlei middelen moeten gaan gebruiken om jezelf te beschermen en die vervolgens weer weggooien, dat gaat helemaal niet met het tekort wat we hebben. Dus toen hebben we in no time hebben we de koppen bij elkaar gestoken met een stuk of 10, 12 praktijken, huisartsen. En gezegd, oké, we kunnen het misschien beter zo doen dat we 1 aparte locatie los van de praktijken gaan inrichten als een praktijk waar mensen die mogelijk corona hebben of die verdacht worden daarvan, of die klachten hebben die daarbij passen, dat we die mensen allemaal daar zien. En er zit 1 arts die de hele dag in die beschermende kleding zit. En dan hoeven niet 10 artsen elke keer zo'n nieuw pak aan, maar 1 arts ziet de hele dag alleen maar corona-verdachte patiënten. Dat was de coronapraktijk in maart. Die hebben we binnen een week opgetuigd met z'n allen. Dat was een mooi staaltje samenwerking, moet ik zeggen. En daar zijn we begonnen. Ja, ik kan me voorstellen dat zeker door het aan moeten trekken van die pakken en opeens al die extra handelingen moeten doen, dat je, ja, dat geeft je ook wel een enorm gevoel van urgentie en ook extra workload natuurlijk. Ja. Om dat iedere keer op te moeten tuigen. Ja, het was ook wel een uitdaging. Het was ook wel spannend. Had ook wel iets avontuurlijk, moet ik zeggen. Oké, we gaan nu een uitdaging in. We gaan een pandemie bestrijden. En nou ja, het was natuurlijk een rare gewaarwording in zo'n soort ruimtepak. En ik herinner me nog dat ik op een van de eerste dagen dat ik in die praktijk zat. En je zat alleen, hè? Je had geen assistentie. We hadden daar een laptop, een werkplek neergezet, zodat je in de patiëntendossiers kon. En dan kon je dan zien wie de assistenten vanuit de andere locatie had ingepland voor je spreekuur. En op een gegeven moment zat ik te worstelen met dat pak en die touwtjes die niet goed zaten en losschoten als je je arm naar links of naar rechts bewoog. Van die onhandige mondkapjes met van die koordjes die je achter je hoofd moest vastbinden, die of te los of te strak zaten. En toen op een gegeven moment eventjes een rustig moment was in een van die eerste dagen. Toen, ik schrijf graag, dus toen dacht ik van, goh, wat ben ik allemaal aan het doen? Ik zat mezelf eigenlijk een beetje te observeren, zeg maar, van buitenaf. Wat een poppenkast is dit? Mm. Dus toen ben ik een blog gaan schrijven, een verhaaltje gaan schrijven, wat je nog kunt vinden op mijn blog. En dat heet Coronaria. En in feite is die hele blog gewijd aan
hoe kleed ik mezelf aan? Dus, ik moest eigenlijk er zelf zo om lachen. Het was een beetje hilarisch. Ik denk, nou, dit moet ik toch even aan het papier toevertrouwen. Ja. Ja. Maar is het eigenlijk gebruikelijk om dit met infectieziektes en zo, om daar zo mee om te gaan? Heb je het met influenza, moet je dan ook een heel pak aan? Nee. Dus dat is echt alleen bij corona dat ze opeens bedacht hadden dat dit een goed idee was om te doen? Ja, goed, je doet het bij sommige andere hele gevaarlijke infectieziektes ook wel. Hè? Iedereen kent die beelden wel van ebola en dergelijke. Maar ik heb dit in de 28 jaar bijna dat ik nu als huisarts functioneer niet eerder meegemaakt. Nee. Ja. Zo bizar zeg. Weet je wat mij van die tijd altijd veel nog echt bijstaat? Is dat zeg maar, want ja, ik maak dit van zo dichtbij mee natuurlijk. En ik, want ik inderdaad, ik kwam net terug uit Zuid-Afrika ook. Ja, ongeveer dezelfde periode als jullie. Ja. Yeah. Iets eerder misschien, weet ik niet meer goed, maakt niet uit. Maar ik kwam terug en ik weet dat ik kwam volgens mij op maandag of zo terug. En zaterdag hadden we dan een festival staan indoor en een paar clubnachten en zo. En dat werd toen, daar werd toen uiteindelijk na 1 of 2 dagen van tevoren werd daar de stekker uitgetrokken uiteindelijk. Mm-hmm. Dus ik zat zo midden in het cancelen van alles allemaal. En dat moet dan toch wel heel erg zijn of zo. Ja, ik was natuurlijk best wel sceptisch. In Zuid-Afrika waren we natuurlijk ook wel sceptisch over. Ja, dat zal toch niet met Nederland komen en whatever. Yeah. Dus ik zat een beetje in dat proces en zo. En jij zat midden in het proces van die kliniek, die coronakliniek starten, zeg maar. Yeah. En daarmee bezig zijn. En dus ja, ik weet je wel, dus ergens kreeg ik wel het idee van, oh, dit was best wel ernstig. Maar wat ik me altijd nog kan herinneren is dat jij, want iedereen zei van, ja, je mag geen handen meer schudden en je moet stoppen met die maatregelen. Maar bij ons heb je daar nooit aan gehouden. Hier was het gewoon altijd normaal, alsof er niks aan de hand was. Ja, dat klopt. Ja. Maar, ja, toch, dus voor jou is het dus wel, ja, weet je wel, ondanks, je merkt het dus zo mee. Mm-hmm. Maar toch vond je dat, nam je het dus niet zo serieus of zo dat je, ik weet niet of ik dat goed zeg zo, maar dat je dat dus gewoon nog door bleef gaan. Ja, hier thuis hebben we eigenlijk gewoon de normale omgangsvormen zijn we blijven hanteren. Maar in de praktijk, waarbij je natuurlijk, zeker in die coronapraktijk, met name patiënten zag die verdacht waren, die luchtwegklachten hadden, daar hield ik me er wel redelijk aan. Hoewel ik al heel snel dacht van, weet je, je moet handschoenen aantrekken, je zit aan een patiënt. Vervolgens moet je op dat toetsenbord iets doen, dan moeten dus die handschoenen weer uit. Maar dan raak ik misschien mijn stethoscoop aan waarmee ik net naar de patiënt heb geluisterd. Maar dan zit ik ook weer aan de toetsen van het toetsenbord. En als je er goed over nadenkt wat je aan het doen bent, denk je van ja, het is natuurlijk onmogelijk om het helemaal steriel te houden. Daar is de hele inrichting niet op gebaseerd. En zeker als je in je eentje alles moet doen en niet eens assistentie hebt, dan gaat dat niet. Maar dat probeerden we op die manier wel. Maar het ging om kleine dingen als hoe doe je een deur open? Als je eventjes moet gaan plassen. Als je een patiënt binnen of buiten laat. De patiënt mocht geen klink aanraken. Ieder detail van wat er gebeurt, daar moest je rekening mee houden. Van wat heb ik net aangeraakt, wat raak ik nu aan? Moet ik weer een nieuwe handschoen aan? Ja. Ja, dat was natuurlijk bijna niet te doen. Nee, ik lach nu, omdat ik nu je dit zo zeg, moet ik in één keer heel erg denken aan gewoon de maatschappij nu überhaupt, waarin alles zo gemicromanaged wordt en we met winkelwagentjes de supermarkt ingestuurd worden en waar dan een supermarktmedewerker die dingetjes gelijk weer zit schoon te maken. Nadat, weet je, alles wordt zo gemicromanaged dat je, het is zo'n afleiding eigenlijk van waar het om gaat. Dat je allemaal maar zo, ja, iedereen probeert met allemaal regeltjes te komen om het op te lossen of zo, weet je wel. Dat je eigenlijk helemaal vergeet waar je nou eigenlijk echt mee bezig bent of zo. Ja. Dat idee krijg ik. Maar hetgeen wat, want ik weet toen dat, wat er gebeurde ook is dat jij was met die kliniek bezig en ik was naar Zeeland gegaan eigenlijk. Ja, toen kwam er een lockdown en ik was naar Zeeland gegaan bij mijn vrienden. Nou, dat was eigenlijk gelijk omdat ik wist van, nou ja, al mijn feesten en festivals zijn toch gecanceld. Dus dan kunnen we beter met z'n allen op strand, bij het strand ergens gaan zitten. Dus met z'n 8 of zo zijn we erheen gegaan. En dat toen die eerste week, toen was ik door alles of zo, was ik gewoon nog wel, gewoon raakte me het gewoon wel. Dat ik echt dacht van, oh, volgens mij is dit toch wel echt iets. En toen is het gewoon op een van je zo mijn hoofd gaan zitten, dat ik gewoon echt een paar keer dacht van, ja, volgens mij heb ik het nu gewoon of zo, weet je wel. Ja. Dat ik met jou aan de telefoon zat in het begin een paar keer, dat jij gewoon mij echt, dat ik jou eens moest bellen, dat jij mij echt gerust moest stellen en zeggen van, nee, alleen maar oude mensen hebben hier last van. Dat zei je toen al, weet je wel. Alleen maar oude mensen hebben last van. Je mag geen zorgen om te maken. Mm-hmm. Jij hebt het niet. Het duurde een paar dagen. En dan was het bij mij ook alweer over. Maar jij hebt me echt gewoon in het begin dat heel erg laten relativeren eigenlijk alles. Waar alles in de hele media bomvol stond met allemaal hijsa. Ja. Heb jij eigenlijk altijd al gelijk gezegd van, nou, doe jij maar rustig aan. Want weet je wel, jij hoeft je geen zorgen te maken. Mm-hmm. Ja. Nee, dat klopt. Toen hebben we heel veel contact gehad, omdat het jou nogal aangreep af en toe inderdaad. En
Je was inderdaad, het was natuurlijk heel onduidelijk hoe gevaarlijk is het, hoe bedreigend is het. En je hebt het toen wel als bedreigend ervaren met alles wat we niet wisten. Ja. En ik heb toen inderdaad geprobeerd dat te relativeren. Ook met alles wat ik niet wist. Dus of ik alles toen hard kon maken wat ik zei, weet ik niet. Maar soms heiligt het doel de middelen even. Hè? Nou, en achteraf heb je gelijk gekregen. Ja. Dat was toen een beetje de tendens. Maar hoe zeker dat was, ja, nu weten we daar wat meer van. Maar toen heel weinig. Maar je had er erg veel last van. Dus dan moet je, als huisarts moet je soms geruststelling bieden, waar je soms wat meer onzekerheid zelf hebt dan je aan de patiënt wilt bieden om die ongeruststelling ook weg te nemen. Ja, daar kwamen de oude huisartstrukken kwamen naar boven. Ja. Ik eigenlijk allemaal al wel ken van je, maar op dat moment waarschijnlijk gewoon mijn kop in het zand zak en dacht, het zal wel, ik grijp dit nu wel aan en dit voelt prettig voor me. Dan werken ze nog, ja, ja precies. Ja, en want daarna ging het natuurlijk wel redelijk, zeg maar, voor mezelf even, ging het redelijk snel de andere kant op. Waarin ik, omdat het steeds langer duurde en ik geen werk meer had in principe. En mijn bedrijven waren natuurlijk gesloten. Je was natuurlijk wel bezig met het verplaatsen van dit. En je denkt van, nou ja, we gaan dan in de zomer wel weer draaien of na de zomer. Of nou, maakt niet uit, maar het duurde in ieder geval steeds langer. En dat gaf mij de mogelijkheid om het te gaan onderzoeken allemaal. Ja. En Café Weltschmerz video's te gaan kijken en onderzoeken te lezen waarop die video's gebaseerd waren en zo. Waardoor bij mij redelijk snel de omslag kwam van, hè, de kloppen hier dingen niet. En dat heb ik natuurlijk wel gewoon tot in een treuren, zeg maar, tegen jou en tegen mama aangehouden van, hallo, er klopt hier iets niet. Mm-hmm. Hoe heb jij dat ervaren in die periode? In eerste instantie wilde ik daar niet zoveel van weten. In die zin dat ik wel vond dat jij dat verhaal kwijt moest kunnen. Dat er ruimte voor moest zijn. Maar ik heb het niet geïnternaliseerd. In de zin van, dat wordt ook mijn verhaal. Ik zag heel goed hoeveel last jij daarvan had. Eerst in het eerste stukje waar we het net over hadden. Persoonlijk, gevoelsmatig, maar vervolgens ook zakelijk. En op allerlei andere manieren. En hoe je dingen ging zien en verbanden ging zien. En ik vond het wel heftig, hè? Zoals ik jou ken natuurlijk, met passie voor dit soort dingen. En toen dacht ik van, ja, jongen, er zal vast van alles niet helemaal in orde zijn, maar dit gaat wel heel erg ver. En dus het kwam natuurlijk, en dat zien we nu bij heel veel mensen nog steeds wel, denk ik, het komt aan een soort veiligheid die je hebt. En dat gold voor mij ook. Van de overheid, die heeft het beste met ons voor en die kan je vertrouwen en die doen het allemaal goed. En al die internationale connecties die er zijn. Nou, ik weet niet of het allemaal zo afgestemd is. En dit gaat allemaal wel goed komen. Ik heb een redelijk optimistische inslag, zoals je weet. En ik zag het niet zo heel erg zwaar in. Maar goed, langzaam maar zeker. We zijn natuurlijk door jou wel heel erg voorzien van veel informatie. En op een gegeven moment zag ik wel van, ja, het kan misschien allemaal wat onveilig of oncomfortabel klinken. Maar ik wil ook niet helemaal de ogen sluiten voor dingen die redelijkerwijs toch wel ergens een punt lijken te hebben. En dan heb je zeker, denk ik, een invloed gehad daarin. Doordat ik op een gegeven moment ging zien van, ja, ik kan nu allemaal wel zeggen, het komt mij niet uit of ik wil dit niet horen. Maar waar het om gaat is, hoe zit het? Mm-hmm. Maar heb je dat toen al zo ervaren dat je inderdaad zelf doorhad bij jezelf van, ik wil het niet zien of zo? Want ik weet, je bent een koning in relativeren, maar ook een koning in zelfreflectie. Dus ik zou er weer niet van te kijken dat je inderdaad toen ook al die capaciteit had om dit bij jezelf te reflecteren. Maar het is toch best wel knap, zeg maar, om dan, want een soort van iedereen gaat door dat proces heen of zo. Waarin je eerst, ook ik, weet je, ook al was ik er snel bij, maar waarin je eerst zegt, nee, dit is niet zo, weet je wel. Maar om dan tijdens dat proces al te zien dat je, dat je dat aan het doen bent, dat vind ik wel bijzonder. Nou, ik denk ook niet dat ik dat helemaal in het begin in de gaten had. In eerste instantie dacht ik, dit kan niet zo zijn. Dit geloof ik gewoon niet. En pas daarna komt dan het besef van, waarom wil ik hier niet aan als jij toch met goede argumenten komt, waarvan ik rationeel moet zeggen, ja, nou, daar zit wel wat in. En dat ik het toch eigenlijk niet aan wil, dan ga je op een gegeven moment beseffen, oké, ik voel dat er hier weerstand is. Waar komt die vandaan? Dan ga je die natuurlijk voor jezelf analyseren. Waarom wil ik dit niet horen? Of waarom wil ik dit niet geloven? Terwijl ik aan de andere kant de logica er ook wel van begrijp.
Dus dan komt al vrij snel het idee, oké, waar zit de weerstand? En ja, dan besef je van, het is onveilig. Je komt aan bepaalde basale fundamentele veiligheden. En ja, dat maakt je oncomfortabel om dat te beseffen. Dus dat was wel redelijk snel. Maar dat zou er denk ik niet zo snel zijn geweest als we al die input niet hadden gekregen, onder andere van jou. Ja, tot vervelens toe. Af en toe tot vervelens toe, ja. Ja, 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 ja. En maar is dat voor jou, hoe voelde je... hoe voelde dat voor jou om dat dan inderdaad toch te moeten erkennen dat dat zo is of zo? Heb je dat als vervelend ervaren? Nee, als ik snap dat dingen kloppen, dan vind ik het geen probleem om te zeggen, oké, wat ik dus eerst dacht, blijkt niet helemaal zo te zijn. Dan moet ik mijn mening bijstellen. Dat vind ik niet zo ingewikkeld. Ik heb denk ik niet zo'n groot ego dat ik vind dat ik gelijk moet hebben of niet kan toegeven van hey, misschien ligt het toch anders. Ja. Nee. Maar je bent het, wat natuurlijk wel gebeurt, is dat je best wel gewoon hebt moeten zien van oh wow, de bepaalde dingen zijn echt anders dan ik ze in eerste instantie dacht dat ze waren. Ja. Ik voor mij was persoonlijk, toen ik daardoor. Ik voor mij voelde dat bijna wel als een traumaatje hoor, waar ik doorheen moest van wow, maar wacht even. Dit is het echt. Ik dacht dat dit was, maar dit is eigenlijk dit, weet je wel. Mm-hmm. Ik weet dat ik daar gewoon wel een paar dagen lang gewoon een soort van, als ik dan 's avonds thuis kwam of als ik weer iets nieuws had gezien of gelezen, dat ik opgekruld op de bank lag of zo. Dacht van, oh nee, is dit echt zo? Ja. Yeah. Dus ik dat heeft, zeg maar, voor mij heeft het best wel een periode zwaar gevoeld voordat het als een bijna opluchting of zo ging voelen, omdat je zag, omdat het opeens verklaarbaar was allemaal. Ja. Voelde, hoe was dat voor jou? Ik heb het niet als traumatisch ervaren. Ik heb het met verbazing en verwondering en ook zeker met een zekere mate van ongerustheid heb ik dat proces doorgemaakt. Dat ik ging zien dat dingen toch, naar mijn idee in elk geval, want dat blijf ik wel zeggen, ik bedoel, wat mij betreft is er altijd nog een mogelijkheid om ook andere visies echt tot me door te laten dringen en naar te kijken. Hmm. Maar wat mij betreft heb ik toch wel het idee dat dingen heel erg, dat ik mijn visie op structuren en op hoe dingen in elkaar zaten toch wel flink heb moeten aanpassen. Maar ja, als ik het begrijp dat het zo is, dan is het zo. En dan kan ik het oncomfortabel vinden, maar het is niet een trauma geweest. Hmm. Maar wat je net zei is toch eigenlijk, want je zegt van ja, ik wil nog wel openstaan voor al die andere, voor andere mogelijkheden en andere ideeën. Maar dat is eigenlijk toch de uitgangspositie van hoe je überhaupt, mijn optiek, in het leven zou moeten staan. Waarin ik heb vaak het idee dat de mensen die krampachtig vast blijven houden aan de ideeën van de oude systemen en zo, zeg maar, dat die juist niet openstaan voor dialoog, voor meerdere ideeën. Maar als je daar op een gegeven moment doorheen durft te breken, dan sta je open voor alles eigenlijk. Ja, ik denk als je je zeker genoeg voelt in jezelf, dan is het ook minder bedreigend om fundamentele waarheden of de structuur van het bestaan zoals je denkt dat het eruit ziet, om dat af en toe aan te kunnen rammelen. Ik vind het ook wel interessant en ik vind het een uitdaging. En wat mij betreft is dat iets waar je voortdurend voor open moet staan. Als mensen met nieuwe visies en nieuwe ideeën komen en je kunt dat goed onderbouwen, dan hoor ik ze graag. Ja, vind ik mooi dat je dat zegt, inderdaad, dat je sterk genoeg, eigenlijk sterk genoeg in je eigen schoenen moet staan, ja, voordat je dat eigenlijk de baas kan. Ja. Voordat je veilig ook van je eigen geloof af kan stappen, zeg maar. Ja. Dat is het, hè. Je moet in jezelf veilig zijn. Als je dat niet bent, dan denk ik dat het heel moeilijk is om dit los te laten. Ja. Of om überhaupt meer in het algemeen, hè, om veiligheden los te laten. Ja, ja, mooi. Dat is inderdaad toch echt een innerlijk ding eerst wat je zou moeten aanpakken voordat je inderdaad. Ja, dat is eigenlijk iets wat ik laatst tijd sowieso achterkom van, wil je de wereld beter maken, moet je eerst jezelf beter maken. Mm-hmm. Of op zijn minst goed maken voordat je in staat kan zijn om daadwerkelijk de wereld beter te maken. Ja. Een betere wereld begint bij jezelf. Ja, precies. Nou, zo denk ik. Ja. Ja. Komt opeens al die spreekwoorden toch nog van pas. Ja. Blijkt toch nog een kern van waarheid in te zitten. Ja, precies. Ja. Hey, maar en want op een gegeven moment was het dus voor jou ook echt het moment daar dat jij dacht, oké, maar nu moet ik daar iets over kwijt naar buiten toe ook. Ja. Want dat is best wel een stap, kan ik me voorstellen. Zeker van iemand in jouw positie. Ja, dat is wel een stap. Dat klopt. En als het. Ik zei net van goed, ik heb het gewoon aanvaard toen ik dacht, oké, ik snap het nu en ik kan de logica volgen. Ik denk dat ik sommige gedachten en ideeën bij moet stellen. Dat, ik zei net al, dat is niet traumatisch. Wat het meest in die richting kwam, was wel het besef dat er op een gegeven moment een vaccin ging komen.
waarvan ik dacht, oké, ik ging me realiseren dat we duizenden mensen zouden moeten gaan inspuiten met een vaccin waarvan het onderzoek nog maar heel kort liep. Hè. Op dat moment, dat het bij mij begon te dagen, liep dat onderzoek een paar maanden. En was het enige goede onderzoek wat we hadden, was het Pfizer-vaccin, waarbij enkele tienduizenden mensen met dat vaccin waren ingespoten. Er waren 43.000 patiënten, maar de helft daarvan was een placebo. En dat onderzoek was opgezet, geïnitieerd, ontwikkeld, geïnterpreteerd, geanalyseerd en gepubliceerd, volledig door de fabrikant. En toen dacht ik, oeh, dat is normaal gesproken, als ik tijdens de lunchpauze een korte voordracht van iemand volg, dan begint hij met te vertellen wat zijn belangenverstrengelingen zijn, of die ergens een funding krijgt van een of andere farmaceut. Want dat is verdacht, of in elk geval, daar moet je open over zijn. Hè? Hoe onafhankelijk ben je? En hier werd er heel makkelijk over gedaan. Alles was van de farmaceut, van begin tot eind. En dat rechtvaardigt denk ik wel een zekere alertheid, een zekere oplettendheid om te kijken van oké, deze farmaceut heeft natuurlijk alle belang erbij dat het uitkomst, dat die uitkomst zodanig is dat het vaccin heel goed is. Dus ik ging die artikelen wat lezen en daar wat meer over opzoeken. En toen dacht ik oké, hier zijn toch wel wat dingen op aan te merken. Met name bijvoorbeeld het feit dat de eindpunten van het onderzoek, hè, wat onderzoek je nou, wanneer vind je dat een vaccin werkt en wanneer niet, die waren met name dat iemand moest in elk geval een positieve PCR-test hebben en daarnaast keelpijn of een beetje grieperig gevoel of hoofdpijn of een dagje koorts. En dan werd gezegd, oké, dan is het een patiënt die met dat COVID is besmet of die aan COVID leidt. Dat betekent dus dat ieder griepachtig symptoom, als je maar een positieve PCR-test had, werd gedefinieerd als COVID. Vervolgens werden alle mensen die al ooit COVID hadden gehad, werden uitgefilterd. Wat natuurlijk niet overeenkomt met de realiteit. En bleek ook nog dat mensen die verdacht waren voor COVID, maar niet helemaal aan die criteria voldeden, die werden eruit gefilterd. Dat ging om duizenden patiënten. Zowel in de placebo-groep als in de onderzoeksgroep. En dat had een enorme impact, als je die wel had meegeteld, op de voorspellende waarden, op de uitkomsten. En die patiënten die verdacht waren voor COVID, die een aanzienlijk deel daarvan heeft waarschijnlijk gewoon COVID gehad. Dus dat betekent dat je een aantal mensen die besmet zijn ondanks het vaccin, dat toch uithaalt. Nou, dat, je kunt op je vingers natellen dat natuurlijk daarmee dat je de betrouwbaarheidscijfers opkrikt. Nou, een van de redacteuren van de British Medical Journal, dat is een heel gerenommeerd medisch tijdschrift, Peter Doshi, die heeft daar een stuk aan gewijd. En die rekent dan voor, inderdaad, dat je daarmee een enorm verschil maakt in dat onderzoek. Dat heeft wel wat aandacht gekregen, maar is niet zoveel mee gedaan, in mijn gevoel. En dat was de uitgangssituatie waarin ik zat. En op het moment dat ik me realiseerde van nu moeten we duizenden mensen gaan vaccineren, met een vaccin wat nog maar kort is onderzocht, helemaal door de farmaceut is onderzocht, waar je op de methodiek toch wel wat kunt aanmerken. En waar ook nog met die cijfers van alles gebeurd is en met die getallen, waar mensen die niet welgevallig zijn voor de resultaten ook nog uitgehaald zijn. En toen dacht ik, ja, maar wat zijn we nu aan het doen? En vervolgens weten we helemaal niks over een periode van meer dan de onderzoeksduur van een paar maanden. We weten niet wat het op lange termijn doet. Het is een techniek die weliswaar niet 100% nieuw is, maar nooit op die schaal is toegepast. Toen kwam uit behandeling van bepaalde kwaadaardige aandoeningen, daar werd het wel toegepast. Maar ja, dat zijn natuurlijk een hele andere categorieën patiënten dan gezonde mensen. Dus toen de techniek is nog nooit op de markt gebracht. De techniek is wel bekend. Hè? Het is niet een volledig nieuwe techniek, maar hij is nooit inderdaad op deze manier gebruikt. En zeker niet zo massaal. Nee, want dat mocht ook niet tot voor maart. Ik denk dat het goed is om. Want het is gewoon een techniek die verboden was eigenlijk voor maart. En waar ze dan door corona hebben besloten om het om dat verbod eraf te halen. Ja. Detail, ik zeg het er graag altijd wel bij. Ja, precies. Omdat het voldeed aan de definitie van gentherapie, bedoel jij? Hè? Omdat het gentherapie is, ja. Dus toen dacht ik, oké, dit moeten we dus gaan doen. Hoe goed is dit onderzoek? Hoe zeker weten we dit? Hoe veilig is dit? Hoe veilig is het op termijn? Als je nieuwe techniek gebruikt, dan weet je dus niks van de lange termijn. En misschien is het een fantastisch vaccin, maar dat weten we nu nog niet. En is het dan nu wel het tijdstip om dit nu al met zo weinig informatie die we hebben,
toe te gaan passen op gezonde mensen. Daar zat ik mee. En wat mij opviel is wat, dat dat eigenlijk binnen de kring van de artsen waarin we opereren niet zo'n issue was. Dat men zei, oké, dit is onderzocht en dit is goed, dit moeten we doen. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd, jongens, ik zou daar graag toch een debat over willen. Wij moeten daar een standpunt over hebben, want wij gaan onze patiënten dit inspuiten. En, nou, dat is gebeurd. Ik heb een avond georganiseerd met een flinke groep collega's uit de regio die daarvoor open stonden om daar samen over te praten. En eigenlijk, ik had een soort PowerPoint-presentatie gemaakt met de vragen. Ik had eigenlijk alleen maar vragen, gewetensbezwaren. En dat kwam, dan kom ik even terug op wat jij zei, van is het een trauma? Dat was niet een trauma, maar dat heeft me het meest geraakt. Die veranderingen, de verandering van inzicht. Oké, daar kon ik rationeel mee dealen. Maar hier dacht ik, dit komt aan mijn zorg voor de patiënten. Dit komt aan hoe oefen ik mijn beroep uit en waarbij de leidraad altijd moet zijn het respecteren van de eet die we hebben afgelegd. Patiënten primair niet schaden en altijd datgene doen wat in het belang van de patiënt is, boven alles. En ik vroeg mij dus letterlijk af, doen wij dit? Doen wij dit in het belang van de patiënt? Is dit in het belang van de patiënt? Weten wij voldoende hierover? Is het voldoende onderzocht? Vinden wij dat dit genoeg is? Hoe staan wij erin dat het helemaal alleen maar door de farmaceut is onderzocht? Dus die vragen stelde ik. Ik wilde daar een debat over. Ik wilde dat we daar met z'n allen een visie over hadden. En misschien wilde ik ook wel gewoon gerustgesteld worden. Want ik was ongerust. Ik lag daar wakker van. En straks moet ik dit gaan doen. En doe ik wel het goede voor mijn patiënten? Dat was de vraag. En ik zocht die geruststelling. En ja, er was natuurlijk zo weinig bekend op dat moment, dat natuurlijk de uitkomst op voorhand vaststond. Daar was je niet in gerust te stellen, want die data waren er niet. Dus je ging dat gesprek eigenlijk in om gerustgesteld te worden? Ik denk achteraf, als ik kijk naar wat wilde ik nou eigenlijk. Ik wilde mensen voor zover dat nodig was wakker schudden. En zeggen van luister, ik heb zorgen. Ik hoor niet dat anderen die zorgen hebben. Ik wil ze met jullie delen. En deel ze met mij of stel me gerust en prove me wrong. Ja. En dat laatste, ik bleef ongerust. Ja. Ja. De collega's hebben meegedacht en meegediscussieerd. En dat stel ik erg op prijs. Maar ik was niet gerust daarna, nog steeds niet. En toen dacht ik, oké, wat kan ik nog meer doen? Ik was helemaal niet actief op social media. En ik had wel een LinkedIn-account en een Facebook-account met één vriend, geloof ik, en waar ik 14 jaar niet op geweest was. En ik had een LinkedIn-account waar een kleine groep collega's op zat en waar ik eigenlijk ook niet zoveel mee deed. Maar daar heb ik die PowerPoint-presentatie, althans een klein stukje daarvan, opgezet met een toelichting van dit is mijn zorg, dit is mijn gewetensprobleem. En dat was eigenlijk voor een kleine groep bedoeld om daarover mee te praten. Maar dat is op een of andere manier weggelekt naar allerlei andere sites. En heel groot gemaakt. En, of groot geworden. En dat was eigenlijk het begin van iets wat ik helemaal nooit verwacht en ook nooit gezocht heb. Nee. Dat was niet mijn bedoeling. Het is overgenomen naar Facebook. Daar gaat het explosief en exponentieel. Het is ook overgenomen door sites waar ik eigenlijk helemaal geen affiniteit mee heb. Sites die beweren dat het virus door aliens hier wordt gebracht of dat de aarde plat is. En die dit artikel met een veel te grote foto van mij plaatsen. En dat als het ware gebruiken als een soort legitimering van hun andere beweringen. Daar was ik niet blij mee. Daarmee heeft het een heel groot bereik gekregen en ja. Ik kan me nog herinneren dat jij daar inderdaad niet blij mee was dat je op die website kwam. En dat ik weet niet precies meer wat mijn antwoord was, maar ik weet dat ik volgens mij zei van ja, maar die mensen maken zich je ook zorgen om. Ja. En uiteindelijk, zeg maar, maakte denk ik in mijn ogen niet echt uit eigenlijk ook precies wat jij net zei. Hè? Want als mensen andere theorieën hebben, dan is dat prima of andere gedachtes hebben. Maar die zorg. En dat is ook wel wat ik nu zie en wat ik ook wel ergens weer mooi vind aan deze tijd, is dat de zorgen over hoe bepaalde dingen nu gaan en dus daarmee achterkomend hoe bepaalde dingen niet goed gaan, die worden zo breed gedragen door de maatschappij heen, dat het eigenlijk gaat door elke
barrière van of van tegen elkaar opzetting of weet je wel, of tegenover elkaar staan of minderheden, meerderheden, whatever, weet je wel, dat gaat daar doorheen. En dat vind ik dan wel weer mooi. Dus volgens mij is eigenlijk zoiets van ja, die hebben ook hun zorgen. Dus volgens mij is het alleen maar goed dat het zo breed gedaan. Ja, dat weet ik nog inderdaad. Zoiets zei jij. Want ik was eigenlijk boos dat zonder mijn medeweten en dus ook zonder mijn toestemming dit soort artikelen werd doorgeplaatst. Later heb ik begrepen dat sommige teksten van mij ook veranderd zijn of stukken uitgehaald zijn of gewijzigd. Daar zou ik altijd op tegen zijn, hoor. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar ik vond eigenlijk ook zonder medeweten plaatsen vond ik ook niet oké. Maar goed, ik was natuurlijk naïef. Die dingen zijn natuurlijk schering en inslag op social media, maar wist ik veel. Dus ik dacht, ik ga die mensen bellen en zeggen van ja, dit gaan we niet doen natuurlijk. Hè. Maar dat bleken sites die helemaal niet kon bereiken. Er was geen enkele contactmogelijkheid. En ik weet dat jij toen zei van ja, maar waarom mogen mensen die dit soort standpunten aanhangen die jij niet deelt, waarom mogen die geen kennis nemen van jouw gedachten? En waarom zou je die daarvan uitsluiten? En toen dacht ik, ja, daar heb je gelijk in. Mm-hmm. En toen dacht ik, oké, lees het maar. Mm-hmm. Het jammer is dat de suggestie wordt gewekt dat ik alles deel wat op die site staat. En dat was niet zo. Dat heb ik dan op Facebook, niet op LinkedIn gezet. En wat ik merkte is dat mijn collega's in het medisch centrum waar ik werk niet mijn standpunt deelden in meerderheid, maar wel het gevoel hadden van ja, nu zouden de patiënten kunnen denken dat je namens ons allemaal spreekt. En dat vond ik een terecht punt. En toen werd ik vervolgens benaderd door allerlei journalisten. En ik dacht, ja, dit is nooit de bedoeling geweest. Ik hield alles af. Alleen was er een regionale krant die graag een gesprek wilde. En toen dacht ik, nou, dit is misschien een mooie mogelijkheid dat ik even een paar misverstanden uit de wereld kan helpen. Namelijk dat ik niet tegen vaccineren ben. Ik ben altijd een groot voorstander geweest van vaccineren. En ook niet per definitie tegen dit vaccin. Maar meer de vraag heb ik gesteld van, moet het wel nu? Dat ik er tegen ben dat mensen een soort morele of andere verplichting opgelegd krijgen. Dat ik voor mezelf spreek en niet namens andere collega's. Want ik vond dat ze daar wel een punt hadden. Dat mocht duidelijk zijn. En dat ik ook vond dat mensen eerlijk moesten worden voorgelicht. Omdat ik vond dat de overheidsvoorlichting eenzijdig was. Alleen gericht op neem nou maar het vaccin. Het is allemaal goed onderzocht en niet zeuren, niet nadenken, doen. En dat vond ik niet oké. Ik denk dat zijn de punten die ik eigenlijk kwijt wil. En als ik dat in een regionale krant kwijt kan, dan weet men in elk geval dat hoe ik erin sta en dat ik op die sites waar ik niet had willen staan, dat ik verder met de inhoud van die sites, met de rest van de inhoud van die sites niks heb, kan ik mijn punt maken en dan is het klaar. Zo heb ik het ook van tevoren afgesproken met die journalist. Van dit zijn de punten die moeten in dat artikel. Want dat is eigenlijk de boodschap die ik wil uitdragen. Vrijwilligheid, goede voorlichting. Ik spreek namens mezelf. En ik ben niet tegen vaccineren op zich. Dat was goed. En dat is ook, die heeft zich ook helemaal keurig eraan gehouden. Alleen ze belde me 's avonds op. En zei, onze hoofdredacteur vindt het eigenlijk zo'n interessant interview. We gaan het wat breder plaatsen. En toen bleek dus dat het in alle regionale kranten zo'n beetje in Nederland kwam. Dat was een concern van het AD. Mm. Dus uiteindelijk bleek het toch nog veel groter weer te worden dan de bedoeling was. En daar ging ik dus nog een keer. Ja. Nou ja, en toen bleef het zo doorgaan. En wat je al voorspelde van nou weten ze te vinden. En nu houdt het niet op. Want toen ik nog zei van oké, nu mag het even radiostilte zijn. Toen zei je nog van je komt hier niet meer vanaf. There's no way back. There's no way back. En dat blijkt ook zo. Ja, als je daar eenmaal bent. Maar ja, kijk, voor mij, wat ik voor jou van jou heb gezien is. En dat is natuurlijk gewoon. Nou, je hebt het natuurlijk sowieso heel goed gespeeld door de Sound of Reason te blijven altijd. Maar of nou, gespeeld, gedaan zoals je daadwerkelijk ook echt bent. Ja, zoals ik je ken. Maar is dat. Ik denk dat wat er gebeurd is, is dat je bent gewoon een autoriteit natuurlijk als arts zijnde. En en daar spreek je gewoon heel veel mensen aan. En wat er gebeurd is, omdat je het zo goed kan verwoorden, is dat je voor heel veel mensen een soort van. Ah, eindelijk iemand met autoriteit dit ook zegt, weet je. Want voor heel veel mensen voelen het gewoon dat het niet klopt. Mm-hmm. Alleen, daar kan ik dan wel weer roepen vanaf de zijkant dat het niet klopt. Of welk onderzoek ik dan weer heb gelezen of whatever. Maar het komt natuurlijk altijd beter over van daadwerkelijk ook iemand die daarin gestudeerd heeft en daarvoor geleerd heeft. Ja. Dan voel ik me niet zo'n autoriteit op het gebied van vaccineren en dergelijke. Maar ik ben natuurlijk wel arts. En ik had meer autoriteit. Daar verwacht je van, dat is een expert op dit gebied. Maar
ik had vooral twijfels en vragen. En ik merkte dat collega's om me heen, die ik zelf weer als autoriteit beschouw, dat ook hadden. Want ik heb heel vaak voor mezelf vragen gehad, of ik kreeg soms vragen van patiënten, waarvan ik dacht, nou, dit is een relevante vraag, die zal ik vaker gaan krijgen. En dan belde ik met een microbioloog, met het hoofd van het lab, of met een infectioloog, of mensen waarvan ik dacht, nou, die moeten deze vraag kunnen beantwoorden. Maar bijna altijd was het antwoord, ja, we weten het allemaal nog niet. Nee. Dus wie was er eigenlijk autoriteit op dat moment? Die was er nauwelijks. Mensen geven je wel die autoriteit, maar ik zie mezelf niet altijd zo. Maar dat is dan toch bizar eigenlijk, hè? Dat in een tijd waar er eigenlijk een soort van niemand weet hoe het gaat, een overheid staat te beweren dat alles oké is en dat het op deze manier moet dat gaan. Dat is mijn bezwaar, ja. Dat zou toch eigenlijk wel een soort van wake-up call voor iedereen moeten zijn in het vak? Ja. Dat was mijn bezwaar, plus de verplichting van allerlei maatregelen. Zoals wat toen actueel was, was die verplichting van de mondkapjes. Hè, waarvan de jongen eerst zei, nou, dat is flauwekul, dat is schijnveiligheid. Later werd het een advies en toen een dringend advies en vervolgens een verplichting. Ondanks een negatief advies van het OMT, wat had gezegd, nou, weet je, je moet 100.000 mensen een week lang een mondkapje laten dragen om één besmetting te voorkomen. En dan moet je het ook nog goed gebruiken, wat niemand doet. Dus die dingen zijn zinloos. En toch gaan we het verplichten. Dus dat soort dingen, dat zat me wel een beetje dwars. Dat kwam ook in die presentatie en in de vragen die ik stelde naar voren. Van jongens, wat zijn wij aan het doen? We weten een hele hoop niet, we verplichten van alles. Je kan niet alles evidence-based hebben. Je kan niet alles op basis van keihard langlopend onderzoek hebben gebaseerd als je in een crisis zit. En daar heb ik alle begrip voor. Hè? Dat je dan maatregelen moet nemen waarvan je zegt, nou, we weten niet precies of het goede is, maar we moeten iets. Dat is crisismanagement. Maar op een gegeven moment ontstaat er voortschrijdend inzicht en heb je meer data. En dan moet je, denk ik, ook hier weer het lef hebben om je maatregelen die je genomen hebt te evalueren. En te kijken van, is het nog doelmatig wat we doen? Klopt het wat we doen? Is het nog proportioneel wat we doen? Wat brengen we aan de andere kant teweeg? Het woord van het jaar, denk ik, nevenschade. Wat gebeurt er daar allemaal? Dat moet je voortdurend, denk ik, evalueren en bijstellen. Want we zitten niet meer in de fase van we moeten 100% beslissingen nemen met 50% wetenschap. Wat Rutte in het begin zei. Dat is nu anders natuurlijk. Hmm. Ja. Ja. Hoe is dat dan voor jou geweest nadat je die eerste keer zo, ja, dat het zo viral is gegaan eigenlijk? Hè? Heb je toen veel reacties ontvangen? Ja, heel veel. Ja, de eerste dagen nadat het zo groot was geworden, was ik totaal overdonderd door alle reacties. Telefoontjes, kaarten, cadeautjes, flessen wijn, bloemen. Mijn bureau stond helemaal vol. En aan het eind van de dag zei de assistente, ik heb mijn werk niet kunnen doen. Mensen staan aan de balie en aan de telefoon en ze willen allemaal inschrijven en bellen en ze willen je spreken. En ja, het was ongekend. Ik was helemaal van jouw patiënten allemaal of ook maar van daarbuiten, de hele wereld of heel Nederland. Mm-hmm. Ja, ver daarbuiten. Ja. Maar dan klopt het toch behoorlijk wat ik net zei, dat je zeg maar zoiets hebt losgemaakt bij mensen. Ja. Dat het zo diep. Mensen hebben het door. Mensen zijn zo gevoelsmatig, weten ze dat het niet klopt. En als er dan inderdaad iemand komt die dat bevestigt voor hen, dan zijn ze daar enorm dankbaar voor. Ja, daarmee is nog niet allemaal waarheid wat ik zeg, maar mijn twijfel heb ik vooral geuit. En een aantal dingen en een mening. Hè, van laat mensen zelf beslissingen nemen op basis van goede, betrouwbare informatie. En dit soort dingen kan je naar mijn gevoel niet verplichten als je zelf nog niet heel goed weet wat het is en wat het allemaal inhoudt. Ik denk dat het voor veel mensen vooral een stukje erkenning was. Hè, van ik ben toch niet helemaal gek dat ik twijfel. Ja, je mag twijfelen. Je mag twijfelen. Ja. Dat vind ik inderdaad ook, ja. En reacties van je collega's? Of nou ja, je collega's, daarmee kan direct zijn, maar ook gewoon mensen uit de field, zeg maar. Uit de field. Ik denk dat als er negatieve reacties waren, dan kwamen die uit de kring van collega's. Er zijn mijn directe collega's, die moet ik zeggen, die hebben eigenlijk heel goed gereageerd. Die gaven wel aan van, nou, wij denken daar anders over. Maar die gaven ook toch wel ruimte om daar anders over te denken voor mij. Dus ik hoor van andere artsen die bijvoorbeeld zich aanmelden bij het COVID-collectief, dat ze binnen hun groep echt grote problemen krijgen of genegeerd worden, of dat de werkverhoudingen, onderlinge verhoudingen heel slecht worden. Dat is bij ons beslist niet het geval. En dat waardeer ik buitengewoon. Niet iedereen is met me eens. Er is wel een enkeling die twijfelt, maar de meeste daarvan zijn toch huiverig om dat in het openbaar te zeggen. Dus ik krijg wel persoonlijke berichtjes of mensen die zelf naar me toe komen of me bellen en zeggen van ja,
Ik heb ook mijn twijfels of ik ben het met je eens. Maar de meesten daarvan zeggen toch wel van ja, dat vind ik toch nog een stapje te ver om dat helemaal naar buiten te brengen. Want ik ben bang voor reacties van collega's. Het is heel grappig. Of nou ja, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Maar het is hoe het bij jou gebeurt is zeg maar gewoon precies zoals het ook in de samenleving gebeurt. Ook exact hoe ik het ervaar. Hoe zoveel mensen, maar ook bijvoorbeeld veel BN'ers en zo, die mij inmiddels volgen en zo mij berichten sturen erover. En eigenlijk hetzelfde, weet je wel, heel erg oneens zijn met alles, maar ze gewoon niet durven uitspreken omdat ze bang zijn voor de consequenties. Ja. En dus maar wel het contact zoeken of soms informatie doorsturen naar mij dan. Een soort van, kan jij, weet je al, doe hier maar iets mee. Breng jij het maar naar buiten. Ja, precies. Ik durf het niet, maar dan heb ik in ieder geval mijn steentje bijgedragen. Nou, iedereen heeft daar zijn eigen tempo in. En je mag ook vinden dat het niet klopt. Maar goed, als je inderdaad je aarzelingen of je twijfel of je zorgen hebt. Ja, ik kan me voorstellen dat het een grote drempel is. Misschien had ik die zelf ook nog wel gehad. Maar ik ben er behoorlijk naïef ingestapt. Niet wetende wat social media allemaal vermogen. Niet wetende dat die krant s'avonds zou besluiten. Weet je wat, laten we dit maar een landelijk item maken. En, ja, dat is wel naïef hoor. Want ik wist vanaf het moment dat je iets op LinkedIn ging plaatsen dat dit zo zou gaan. Je hebt het voorzien. Ja. Ja, maar ja, kijk, ik weet. Ja, volgens mij was dat eerste ding wat je op geplaatst had op LinkedIn, hadden Isa en ik ook even doorgedeeld. En dan weet je al, ja, dan gaat het gaat gewoon. Ik weet gewoon hoe snel het kan gaan. Zeker in die tijd waar alles nog, zeg maar, waar echt nog maar een klein aantal artsen zich uitspraken. Nu is inmiddels natuurlijk met dat artsencollectief waar jij, daar kan je zo meteen wat nog over vertellen. Maar waar dat is en waar dit in één keer veel breder gedragen is. En het publieke debat veel meer opengebroken is voor dit soort zaken. Destijds was dat nog helemaal niet zo. Nee. Dus ik had al verwacht dat impact ging. Ja, maar ja. Ik had de grote impact gewoon echt niet voorzien. Dus iedereen zei te goh, wat ben je dapper dat je dat durft te doen. Maar ik durfde helemaal niks. Ik deed het gewoon. En ik zag pas later wat er gebeurde. Wat het teweeg had gebracht. Ja. Ja. Wel bijzonder eigenlijk als je er zo terugkijkt. En wat je zegt, want ik kan me wel heel goed voorstellen, dit heb ik wel vaak bij mijn collega's en de mensen in mijn directe omgeving en zo. Is dat ik denk van ja, maar het begint nu wel een tijd te worden dat als je gewetensbezwaren hebt, dat je hier wel mee naar buiten gaat treden. Yeah. Want kijk, ik benijd je voor hoe kalm je met iedereen doet en hoe je iedereen respecteert en zijn proces. Ik heb dat minder, omdat ik. Ik zie gewoon van ja, maar als je nu ziet dat het niet goed is en je kiest nog steeds ervoor om. En je hoeft niet op social media te gaan schreeuwen. Hè? Ik bedoel, nee. dat vind ik ook niet. Ik bedoel, dat is iedereen zijn eigen manier daarin. Maar als je nu nog besluit om je waffel te houden, zeg maar, terwijl je enorme gewetensbezwaren hebt. Ja, dat vind ik wel lastig. Want de consequenties van meewerken aan dit verhaal is niet alleen dat je misschien een vaccin gaat toedienen aan iemand die. Een wat geen vaccin is trouwens, laat ik dat er ook even bij zeggen, maar gentherapie, whatever. Maar dat je het in stand houden van de maatregelen, het normaliseren van de maatregelen en alles wat daaromheen komt, heeft een enorme impact op de samenleving. En niet een impact waarvan je denkt, een paar mensen voelen zich niet meer zo comfortabel of lekker. Mm-hmm. Maar nee, een impact waarin duizenden bedrijven straks failliet gaan. Ja. Waarin we afsteven op allemaal gekke dictatoriale maatregelen en systemen en nou ja, God knows wat nog meer. Als je gewetensbezwaren hebt, dan wordt het nu toch wel tijd dat je daar iets mee gaat doen, zeg maar. Ja, ik denk als je gewetensbezwaren hebt, dan moet je er denk ik al heel snel iets mee doen. Dat ben ik wel met jou eens. Maar ik heb wel wat makkelijker begrip ook voor de drempel die mensen daarbij ervaren. Want ik zie ook wel hoe moeilijk het gemaakt kan worden. Ik zie dat ook in de praktijk, bij mensen die met me op spreekuur komen en zich kennelijk dan toch wat vrijer voelen om hun in de spreekkamer bijvoorbeeld hun twijfels en hun zorgen te uiten, omdat ze weten dat ik daarvoor opensta, dat dat gewoon kan. En dan hoor ik wel hoe moeilijk het voor mensen is. En ik zie het ook bij collega's in de artsengroep. Dat zijn toch behoorlijk schrijnende verhalen. En ik hoor het van mensen in de zorg waar de tolerantie voor dit soort andere ideeën niet altijd even groot is. Of mensen zich heel erg onder druk gezet voelen van ik moet me laten vaccineren, maar eigenlijk wil ik niet. Of nog niet. Of ik heb mijn twijfels, maar zelfs die twijfels niet durven uiten. Mensen die naar me toe komen, ja, ik durf dit niet met mijn werkgever te bespreken, maar ik heb heel veel zorg hierover. En dat vind ik. Wat zeg je dan tegen zo iemand?
Ja, ik denk, dan probeer ik samen na te gaan in hoeverre die zorg om dat niet te bespreken, in hoeverre dat reëel is en wat zou het voor consequenties voor je kunnen hebben. Ik kan natuurlijk wel zeggen, ja, jij moet je maar uiten. Maar als dat voor iemand heel vergaande consequenties heeft, of iemand heeft, is ZZP'er en misschien daarmee zijn baan kwijt, dan kan ze dat niet permitteren. Ja, dan heb ik er begrip voor dat iemand zegt, ja, ik zou het willen, maar ik kan dat niet permitteren of ik kan het risico nu niet nemen. Mm-hmm. Ja, maar ik snap dat je er begrip voor hebt. Maar hoe help je hen dan toch om daar daarmee om te gaan? Want dat is wel interessant. Dat kan misschien ook wel een tip zijn voor breed, weet je wel. Of voor je collega's of zo. Van, ja, want jij hebt het wel gedaan en het is jou, zeg maar, relatief goed gelukt. En ik snap dat niet iedereen dat geluk heeft. Maar ja, toch, zeg maar. Het is. Je kan op een gegeven moment toch niet echt meer rond blijven lopen met dat bijtende gevoel in je, weet je wel. Daar zou je toch op een gegeven moment wat mee moeten. Ja, dat denk ik ook. Maar ieder moet voor zichzelf bepalen waar de grens ligt. Van wat je nog kunt accepteren. Wat je voor jezelf, waar de balans ook ligt. Hè? Wat brengt het mij om dit naar buiten te brengen? Nou, ik denk dat het een heel stuk verlichting geeft van je geweten. Maar wat is de prijs die ik daarvoor betaal? En kan ik me dat permitteren? Wat zijn de gevolgen daarvan voor mij, of voor mijn gezin of voor mijn kinderen? Dus die afweging is heel erg persoonlijk. Soms wijs ik mensen op mogelijkheden om te kijken hoe je juridisch staat. Als je bijvoorbeeld zegt van nou, ik krijg een soort vaccinatieverplichting, maar ik wil dat niet. Uiteindelijk is het aan ieder zelf om daar een afweging in te maken. En ik kan hooguit meedenken en spiegelen om tot een besluitvorming daarin te komen. Mm-hmm. En je collega's? Heb je daar wel eens gesprekken mee over? Ik kan me voorstellen dat ze jou eens wel vragen van. Of je collega's, whatever. Ik zeg mensen misschien in het artsencollectief of zo, weet je wel. Dat als zij zo'n schrijnend verhaal hebben, dat ze wel naar jou kijken van. Hey, hoe heb jij dat eigenlijk gedaan? Want jij fietst hier gewoon overal doorheen. Ja, dat gebeurt wel. Ja, dat gebeurt met enige regelmaat. Dat ze me berichtjes sturen of bellen. Vanavond kreeg ik nog een berichtje van iemand die zei van. Goh, ik heb nu toch wel een probleem. En hoe is dat bij jou gegaan? Hoe heb jij het opgelost? En dan gaan we, als iemand daar behoefte aan heeft, dan zeg ik, nou weet je, laten we even bellen. Dan denk ik even met je mee. En dus je probeert elkaar te steunen. Dat is ook een functie van het artsencollectief. Want sommige collega's hebben het echt moeilijk. In ziekenhuizen of in praktijken, groepspraktijken. Dat ligt er niet om. Nee. Ja. Want je bent op een gegeven moment, kan ik me nog herinneren, dat je bij artsencollectief bent gegaan. Ik weet niet meer precies hoe dat gelopen is. Maar ik kan me wel voorstellen dat vanaf dat moment heb je wel een soort van. Hè, dit is ook de tip die ik altijd aan mensen geef. Van wat kan ik nou doen? Nou, de eerste tip die ik altijd aan mensen geef is. Zorg dat je zo snel mogelijk met gelijkgestemden zit. Ja. Want als je er alleen voor staat, dan snap ik hoe moeilijk alles is. En dan. Ja, dan sta je er natuurlijk maar alleen voor. Ja. Ik kan me voorstellen dat zo'n artsencollectief daar enorm in bijdraagt ook. Ja, absoluut. Absoluut. Dat is begonnen met de brief van een aantal collega's die met name ging over de proportionaliteit van de maatregelen. Ja, met de vaststelling dat we verantwoordelijk zijn als artsen voor de gezondheid van onze patiënten. En ik denk dat we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de gezondheid van iedereen, niet alleen van je eigen patiënten, mee te bevorderen. En te ageren en van je te laten horen als je ziet dat er dingen gebeuren die daarmee in strijd zijn. En dat is ook gebeurd door te zeggen van nou, gezondheid is meer dan puur de afwezigheid van COVID-19. En gezondheid heeft veel meer aspecten. Hè? Dat is ook sociaal en dat is geestelijk. En dat is dat je geen financiële zorgen hoeft te hebben. En dat je ontplooiing hebt, dat je emotioneel kan ontwikkelen. En nou goed, dat heeft allerlei aspecten. Maar door zo te focussen op de maatregelen en te blijven focussen. En generieke maatregelen te nemen die voor iedereen gelden. En niet op een gegeven moment te zeggen, nou we specificeren dat. En we splitsen dat uit naar risicogroepen. Bereik je uiteindelijk dat er zoveel schade wordt aangericht aan de gezondheid van mensen. Op medisch gebied ook, hè, door uitgestelde zorg en dat soort zaken, maar ook op andere gebieden, dat de proportionaliteit uit het zicht raakt. En dat is eigenlijk een beetje de begingedachte geweest van die brief, die artsenbrief, die verontruste artsen. En vervolgens is dat COVID-collectief ontstaan. Ik kon me daar helemaal in vinden. Dus ik ben daar redelijk vroeg heb ik me daarbij bij aangesloten. En een van de functies daarvan is zeker ook om steun te bieden aan collega's. Ik vind het zelf een heel mooi voorbeeld. Want Lars Matthijs,
Die een jeugdvriend van mij, die heb ik toen op een gegeven moment aan jou gekoppeld. Want het is een jonge arts, of bijna arts eigenlijk. En dus misschien ook gelijk zo meteen een mooie brug van het volgende onderwerp. Maar hij, die sprak ik afgelopen zondag. Want we zijn samen naar het Museumplein geweest. Vond ik heel mooi. Maar wat ik heel mooi vond, want hij vertelde me, hij heeft dus nu een baan gekregen via een van die artsen in het artsencollectief. En toen dacht ik wel van, ja, en ook dit is een onderwerp voor later misschien. Maar hè, we gaan toch richting, denk ik, een soort van parallele samenleving of zo. En dan vind ik het eigenlijk al best wel tof om te zien dat die artsen al elkaar zo al, weet je wel, van dat ook binnen die artsen denken van, ja, maar ik wil niet meer werken in in ziekenhuizen of in weet ik veel praktijken waar ze helemaal meegaan in die maatregelen en zo. En ik wil gewoon een plek creëren voor mensen waarin ze zichzelf nog kunnen zijn. En dat die artsen elkaar dus vinden en met zo dus eigenlijk al de praktijken vullen en hun praktijken vullen met artsen die er anders in staan. En dat je eigenlijk zo al op die manier dat soort plekken ook creëert. Dat vond ik best wel tof om te zien eigenlijk. Ja, nou, je ziet soms dat jonge artsen ook met die gewetensbezwaren kampen en denken, oké, ik word nu geacht iets te doen waar ik mijn twijfels bij heb of waar ik nu nog niet achter kan staan. Misschien later wel, misschien later niet. Maar in elk geval daar gewetensbezwaren bij hebben en zeggen, weet je, misschien ben ik niet geschikt voor dit vak. Er is voor hen vaak weinig ruimte om een afwijkend geluid te laten horen. Dat is de medische wereld is natuurlijk een redelijk conservatieve wereld, waarin vanaf het opleidingsgebeuren wat er in het begin is, wordt er gekenmerkt door een soort meester-gezel-situatie. Na je theoretische deel ga je de klinische ervaringsfase van een aantal jaren in, waarbij je meester-gezel-verhouding hebt. En daarbij is het ook wel van belang dat je binnen de lijnen van de groep blijft. Hè? Het is natuurlijk een soort gilde waar je wel het algemeen geldende geluid moet volgen. En ik denk dat als je je wilt ontwikkelen, ook als beroepsgroep, dat het altijd belangrijk is dat kritische geluiden en mensen die de normaliteit en de norm af en toe op een gezonde manier bevragen, die help je enorm verder, denk ik, in je ontwikkeling. Daar moet je voor openstaan. En ik denk dat er is heel veel goeds over de medische wereld te zeggen, maar hier is men niet de sterkste in, denk ik. En wat ik zie is dat jonge artsen zich soms niet vrij voelen om hun geweten te volgen en dingen te bevragen. En zo onvrij voelen te zeggen, nou, misschien moet ik hier maar weg, misschien moet ik maar stoppen met dit vak. Want hier voel ik mij niet in thuis. Hier kan ik mijn kritische vragen niet in kwijt. Die worden ook niet geapprecieerd. De vragen mogen zelfs niet gesteld worden. En tegen die jonge artsen, die zijn er ook bij het co-collectief, heb ik inderdaad gezegd van, nou, we hebben denk ik juist jonge collega's nodig die het lef hebben om te zeggen van, ja, we hebben het altijd zo gedaan, maar klopt dit wel? En die kritische vragen durven stellen. Ik denk dat wetenschap, ontwikkeling en juist als we in het omgaan met mensen is heel erg gebaat bij diversiteit van meningen en het elkaar uitdagen en uitnodigen om vrij te denken en niet in hokjes. Dat moet je blijven doen, denk ik. Is dit niet sowieso, want je zegt nu in de medische wereld, maar met al het onderzoek wat ik afgelopen tijd heb gedaan, zie ik dit heel erg terug. En ik had me ook herinneren aan mijn studententijd. Maar is dat we vanaf eigenlijk de basisschool al met dat autoriteit, zeg maar, dat je al wordt ingegoten, dat de docent een autoriteit is, daar luister je naar, die heeft gelijk, jij hebt niet gelijk. Als je iets fout doet, krijg je straf. Dan gaat door naar de middelbare school. Eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Uiteindelijk gaat het door naar je studie. Je kan niks in twijfel trekken wat er in die boeken staat, want in die boeken staat het allemaal heilig. En daar ben ik zelf toen echt vaak tegenaan gelopen. Van, ja, maar ik, maar hoezo, dat kan toch ook zo? Dat kan dus niet. En dat je dus, weet je wel, en dat, je leert altijd van, ja, oké, nou, dit wordt je geleerd en dat is dan zo. En daar heb je dan eigenlijk al niet al te lang meer over. En dat geef je dan weer ooit door op de mensen die onder jou komen. Maar we zijn helemaal niet meer leren we om onszelf te ontwikkelen als persoon. Maar we leren ook helemaal niet meer om kritisch naar de systemen te kijken. Nee, dat is wel grappig. Als je het zo vertelt, dan gaan mijn gedachten automatisch uit naar Zweden. Ik heb natuurlijk een paar jaar als huisarts ook in Zweden gewerkt. En mijn kinderen hebben daar op school gezeten. En wat ik daar inderdaad zag, was
op school al was het systeem heel anders. Ging het niet zozeer om per se die kennis vergaren. Want we zagen dat ze plotseling heel erg voorliepen met bijvoorbeeld rekenvaardigheden op de Zweedse kinderen. Omdat in Nederland er heel veel en snel geleerd wordt. En in Zweden gaat het helemaal anders. Maar daar ligt een nadruk op allerlei andere kwalificaties die je meekrijgt. Hier komt die kinderen allerlei rekentrucjes en taalvaardig waren ze. Maar in Zweden werd bijvoorbeeld ook gezegd van, nou weet je, we gaan nu eens een dag het bos in. Hier heb je een kaart en een kompas. En ga maar eens kijken hoe je hieruit redt. En in plaats van gimmen gaan we gewoon een halve dag skiën. Dat kan natuurlijk in Nederland niet. Maar er werd heel veel tijd besteed aan dingen samen doen. Contact maken met de natuur, buiten zijn. Leren een stopcontact repareren in plaats van de tafel van zes. Hele praktische dingen. Dat zie je dan later ook terug in de maatschappij. De mensen wat vrijer denken, minder in hokjes zitten. En dat heb je natuurlijk tijdens deze coronatijd ook gezien, dat Zweden wat dat betreft een wat eigenzinniger aanpak had. Mm-hmm. En dat zit denk ik wel een beetje in de hele aard van hoe mensen vanaf hun jeugd al opgeleid worden. Ja, dus als dat klopt, moet je kijken wat een verschil je zou kunnen maken op het moment dat je kinderen gewoon leert autonomer te zijn, kritische denkers te zijn. Ja. En dat eigenlijk voorop stelt op de theorie die ze tot zich krijgen, maar dat je echt een kind leert ontwikkelen eerder dan... ik denk echt... ik heb natuurlijk zo met Isa natuurlijk ook zoveel gesprekken over, die zit er ook middenin, maar ik geloof ook wel steeds meer in dat de revolutie, zoals zij zegt, begint bij het scholensysteem. En dat we daar echt een verandering kunnen maken. Maar ben je niet enorm teleurgesteld in de medische wereld in de afgelopen tijd? En ben je ook niet soort van bijna wakker geschrokken daarin of zo, hoe het daaraan toe gaat? Want, en kijk, jij zeg maar als ik verkeerd zit hoor, maar ik heb het idee, en ik vind dat zo bizar eigenlijk, is dat we, nou, op het gebied van vaccins bijvoorbeeld, een huisarts die dient het maar gewoon toe, omdat hij vertrouwen heeft in de farmaceutische industrie. En dat als dat door de FDA, of ik weet even niet hoe dit in Europa heet, maar in Amerika heet het dan FDA, maar die organisatie die het dan allemaal goed moet keuren, dat als dat goedgekeurd is, dan zal het wel goed zijn en dan zet ik die prikken wel. En dat vind ik zo bizar, want als je kijkt wat die bedrijven die vaccinaties maken, zoals Pfizer bijvoorbeeld, wat die op hun kerfstok hebben staan en wat die aan schadeclaims moeten betalen ieder jaar, dat loopt in de miljarden gewoon voor. En dat niet per se vaccins, hè, maar vaccins, medicijnen, alles in general. Nadat het goedgekeurd is, dat artsen dat maar klakkeloos overnemen en het maar zonder te bevragen het maar gewoon doen. Dat is volgens mij, ik heb het idee dat het zo in de cultuur geslopen is, dat we zeggen, maar, oh ja, maar zij hebben er verstand van, ze hebben de vaccins gemaakt. Dit is door de FDA of door die organisatie dan in Nederland of Europa is dat doorheen gekomen. Dus het zal veilig zijn, dus ik ben gevrijwaard van alles en ik zet die prik of ik geef dit medicijn. Ik schrijf dit medicijn voor. Terwijl, ik heb zoiets van, waar komt dat vertrouwen eigenlijk vandaan? Ja, nou ja, je vraagt of ik teleurgesteld ben in de medische wereld. Dat ben ik niet. Ik denk dat daar heel veel goede dingen gebeuren en dat daar hele integere mensen zijn. En ik denk dat nagenoeg alle artsen willen vanuit hun eigen ethiek, vanuit hun beroepsethiek, het beste voor hun patiënten doen. Daar heb ik echt vertrouwen in, dat meen ik echt. Het heeft me wel af en toe verrast dat ik kennelijk de enige was, of een van de weinigen was, die er zo'n last van had dat we dit zomaar moesten doen. Ik heb geprobeerd om met mensen te bespreken, met collega's te bespreken, van goh jongens, of ik zie het verkeerd, want dat is altijd een optie, dat ik het niet goed zie, maar laat het me dan zien, want ik kom daar dan niet uit. Of het is terecht dat ik kritisch ben en waarom krijg ik daar zo weinig bijval in? Dat heeft me wel af en toe verrast. En ik denk dat we allemaal wel kritisch zijn, normaal gesproken, naar de farmaceutische industrie. Ik weet in mijn medisch centrum, geloof ik niet, dat er ooit een vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie komt bij een van mijn collega's. Terwijl dat vroeger schering en inslag was. Hè? Dan kwamen ze met spiegeltjes en kraaltjes en soms meer dan dat proberen te verleiden om allerlei medicijnen voor te schrijven. En dat hebben we allemaal uit. Ja, zeker. Probeer je gewoon letterlijk om te kopen.
En op een gegeven moment hebben we allemaal gezegd, ieder voor zich ook, maar allemaal ook onafhankelijk van elkaar. Ja, dit gaan we gewoon niet meer doen, dit willen we niet. Maar is het in jouw directe omgeving of is het nog steeds wel, bestaat dit fenomeen nog? Daar heb ik nu niets meer zo'n zicht op. Ik zie ze nooit meer. En de assistenten hebben ook de opdracht om dat af te houden. Dus als mensen aan de telefoon komen of aan de balie komen, dan hoeven ze niet eens te vragen. Want dat is niet de manier waarop men informatie wil krijgen. Dat is per definitie gebiased. Dus we halen onze bronnen uit onafhankelijke literatuur en dergelijke. Voor zover wij kunnen beoordelen. Dat hopen we dan, hè? Als die er is. Maar in elk geval zoveel mogelijk. Van beroepsverenigingen. Maar in elk geval niet één op één door iemand die een verkooppraatje komt houden, wat heel goed ingestudeerd is. En waar we weten inmiddels dat je met getalletjes en grafiekjes van ieder nieuw product wel kunt laten zien dat het ontzettend superieur is aan dat van de concurrent. Maar die fase zijn we voorbij. En geen van mijn collega's doet dat. Nee. Dus iedereen die is daar wel kritisch in. Alleen hier is natuurlijk zo massaal duidelijk gemaakt van, nou, we hebben een gigantisch groot probleem. En dit is de oplossing. Ik denk dat je ook wel van goede huizen moet komen om stand te houden en te zeggen van, nou, dat is niet zo. En misschien is het ook wel zo. Maar de vraag is of het nu al zo is. Hè, dat dit de oplossing is en voor iedereen. Mm-hmm. Ja, nou ja, ik mijn mening, we hadden het er net in het voorgesprek al kort over, maar mijn mening met bijvoorbeeld met sowieso voor basis is dat, dat in mijn ogen is dit gewoon ordinaire gentherapie en is dit gewoon iets wat we voor maart hadden besloten met z'n allen om het niet te gaan doen en dat we dit nu in de val zijn gelokt eigenlijk, hè, omdat we om dit wel toe te passen en omdat we zo gewend aan zijn geraakt inmiddels dat het oké is dat we voor een virus niet strenger of niet dodelijker dan een strenge griep, dat we daarvoor nu opeens dit soort methodes aan het toepassen zijn. Ik vind dat raar, maar mijn vraag net was meer eigenlijk bedoelde ik van, want nu denk ik, ja, zo zie ik het in ieder geval, is dat we daar best wel een wake-up call in hebben gekregen. Want het is nu heel groot, hè? Maar misschien met terugwerkende kracht kun je het ook al in het verleden terugzien en dan niet per se naar jullie als huisartsen, maar verschillende dingen, verschillende medicijnen, zeker antidepressiva en dergelijke die voorgeschreven worden, waarin we met terugwerkende kracht kunnen kijken van, oei, dat is misschien toch niet zo handig geweest, of dit medicijn is niet zo handig geweest, of oh, hier, Mexicaanse griepvaccins hebben narcolepsie veroorzaakt. Weet je wel, dat soort zaken allemaal. Waar we de artsen allemaal blind zijn uitgegaan van, het zal wel kloppen, want het is door de systemen heen gekomen. Maar blijkbaar zit er dus iets in de systemen wat niet goed is. Ja. Waarin we dus al die tijd hebben vertrouwd wat we dan misschien toch niet meer moeten doen. En toch gebeurt het nu weer. Ja. Nee, dat betekent zeker dat we heel veel alerter moeten zijn, denk ik, dan we tot nu toe geweest zijn. En ik denk dat het zeker een wake-up call is in de zin van dat we nog eens kritisch moeten kijken van, wat schrijven we allemaal nog meer voor? En klopt het nou echt allemaal wel wat we doen? Of is het meer door overlevering? Hè? Je komt een opleiding in. Ik zeg altijd, het is een meestergezelssituatie. Je neemt bepaalde dingen aan. Je gaat niet ieder medicijn wat je als jonge arts of als co-assistent voorschrijft, ga je niet een half jaar op studeren of het allemaal wel voldoende evidence-based en goed onderzocht is. Dat neem je aan. En dat gebeurt zo. Daar is veel ervaring mee. Dat mag je ook aannemen, denk ik. Want anders wordt het onwerkbaar. Op een gegeven moment, als alles goed is gegaan, dan lijkt me dat je inderdaad dingen kunt aannemen. Ja, dan kun je achteraf nog steeds wel eens een fout hebben gemaakt. Maar god, dat is dan maar zo. Ja. Ja, en dat gebeurt denk ik met de beste intenties. Alleen of die altijd die intenties gebaseerd zijn op de juiste informatie, dan mag je best af en toe evalueren en nog eens kritisch naar kijken. En in die zin is dit denk ik wel een wake-up call waarvan je denkt, oké, als dit hier zo gaat, hoe gaat het dan eigenlijk met onze andere dingen die er als gewoontes zijn ingeslopen? Want lang niet alles wat wij doen is natuurlijk zo evidence-based. Dat beweren we natuurlijk vaak allemaal wel, dat wij heel regulier werken. En dat proberen we ook zoveel mogelijk. Maar heel veel van wat wij in de dagelijkse praktijk doen, zowel in de huisartspraktijk als in het ziekenhuis, daarvan kan je wel afvragen van, is dat nou allemaal zo keihard bewezen? Dus het af en toe opschudden van de zaken en kritisch ernaar kijken, met een positieve attitude, denk ik, mm-hmm. Dat wel, is denk ik heel gezond.
Ja, wat dat betreft ook wel een mooie tijd dat we dat soort dingen nu... Ja, het bedoelt vervelend wat eraan vooraf gaat, maar dat we dat nu meer massaler gaan zien, denk ik. Dat we, je bent niet de enige met die mening, maar dat we dat inderdaad... Hey, laten we het eens even beter doen, want volgens mij is het ingeslopen dat we het niet zo goed hebben aangepakt de afgelopen tijd. Ja. Ik wilde, want je bent, uiteindelijk heb je even terug naar de tijdlijn, maar je bent je steeds meer gaan uitspreken. Het artsencollectief kwam erbij en je bent je volgens mij ook progressief meer zorgen gaan maken. Ja. Tot op een bepaald punt zo erg dat je dacht van, ik moet hier zelfs de straat mee op. Of nou, de straat is misschien overdreven, maar je bent volgens mij de eerste demo waar je bent geweest was Vrouwen voor Vrijheid toen een keertje, of niet? Ja, dat klopt. Mijn zorg ging zich steeds meer verplaatsen naar wat doen al die maatregelen met mensen? En er worden vrijheden ingeperkt die op zich, als het een goed doel dient en je weet, oké, hiermee bestrijden we een groot probleem, dan kan ik er prima mee leven om vrijheden tijdelijk in te perken. Maar er werden vrijheden ingeperkt die op het eerste gezicht misschien niet zo heel dramatisch zijn, maar toch redelijk fundamenteel in mijn opzicht. Bijvoorbeeld de mondkapjesverplichting. Nou, veel mensen zeggen, ja, och, ik heb niet zoveel last van dat ding. Ik vind het een hele essentiële maatregel. Omdat je de communicatie van mensen belemmert. Dat je laat zien dat er een gevaar dreigt. Hè. Je maakt mensen er bang mee. Dat bevestig je daarmee. En het is een maatregel die gewoon medisch gezien geen of nauwelijks effect heeft. Zeker niet op de manier waarop het gebruikt wordt. Dus dat soort dingen vindt er plaats. En nou, vervolgens komt een avondklok. Een avondklok die er maar kort zou zijn en die er als eerste af zou gaan, maar die vervolgens keer op keer verlengd wordt. En mensen worden beboet omdat ze eventjes buiten lopen. Mensen worden beboet omdat ze met z'n tweeën naast elkaar lopen, omdat ze normaal sociaal gedrag vertonen. Het lijkt alsof de knevel steeds verder wordt aangetrokken. En nou, ik heb natuurlijk gezien hoe de media framen en nieuws naar mijn gevoel gewoon echt niet correct en ook soms feitelijk onjuist, voor mij aantoonbaar feitelijk onjuist weergeven. Daar heb ik ook een discussie over gehad met bijvoorbeeld de hoofdredacteur van de Volkskrant. Die zei van, nou, we gaan even geen kritische artikelen meer plaatsen. Dat vond ik schokkend. Pieter Klok in een interview zei, het lijkt ons beter dat we allemaal met dezelfde mond spreken. Ja, want, kritische geluiden is geen plaats voor, zei ik. Nou, toen heb ik hem gezegd, nou, heb je toch echt je journalistenziel verkocht? Want dat kan echt niet. Jij hebt toen echt, ik vind het zo mooi, maar jij hebt toen echt de Volkskrant er gewoon een paar keer zitten mailen. Ja. Hè, van, en die Pieter Klok persoonlijk gemaild. Ja, als je de vrijheid van meningsuiting, als je die aantast en al helemaal als journalist, daar ben ik heel allergisch voor. En dat loopt ook wel een beetje als een draad door mijn leven heen. Dat triggert me. Dan moet ik opstaan. Dat vind ik zo fout. En het hoeft niet mijn mening te zijn. Maar laat ieders mening maar horen. En als je gaat zeggen, nee, kritische meningen, dat doen we niet meer aan. Nou, dat kan er bij mij echt niet in. En dan kan ik niet meer stil blijven zitten. Dan klim ik in de pen. En meer dan dat. En dus wat ik zie is inderdaad dat vrijheden steeds meer worden opgeheven. Dat de coronawet is ingevoerd, waarbij de parlementaire controle op allerlei manieren toch een beetje vleugellam werd gemaakt. En dat ging mij wel steeds meer zorgen baren. En ik ben eigenlijk gewoon een keer meegegaan naar zo'n demonstratie van Vrouwen voor Vrijheid. Toen Saskia zei, mijn vrouw zei van, ik wil daarheen, ik heb eigenlijk niet zo'n zin om er alleen naartoe te gaan. Nou, weet je, ga ik wel mee. Ik had eens op die site gekeken, ik vond het een hele sympathieke site. Het is een hele vreedzame, vriendelijke club die de moederlijke kracht om op te komen voor de belangen en de toekomst van je kinderen mobiliseert. Ik kon daar wel wat mee, dus ik ben meegegaan. Ik vond het mooi wat daar gebeurde. Dus ik ben daar later ook nog een keer mee naartoe gegaan. Ja, en vervolgens hebben ze me benaderd van, goh, zou je een keer iets willen zeggen op een manifestatie van ons? En toen heb ik gezegd, oké, dat wil ik dan wel doen. Zeker voor deze club wil ik dat wel doen. Dat was de verboden manifestatie. Die zo groot zou worden dat de burgemeester zei, en alle burgemeesters een beetje in Nederland, van, nou, dat durven we niet aan. En dat is toen een online manifestatie geweest waar allerlei
sprekers uiteindelijk op video zijn opgenomen. Ja. Wat uitgezonden is en nog wordt. Want even, het is wel goed, want het is wel opmerkelijk, hè? Want waar aan de ene kant voor klimaat en dergelijke demonstraties allemaal door mogen gaan, ja, werd deze demonstratie telkens een maximale capaciteit opgelegd. En dat wordt er bij die andere trouwens ook, hoor, even voor de goede orde. Maar meer mensen willen hier bij elkaar komen nou eenmaal. Ja. In mijn optiek mag je dat als gemeente niet verbieden. Want het zal maar wat hoeveel mensen daar bij elkaar komen. Demonstratie is gewoon een grondrecht, klaar. Ja. Hoef je niet eens aan te vragen. Ja. Maar Halsema tenminste. Ja. Dat zei Halsema meermaals. Ja. Zelfs, ja? Ja, ja. Toen ze ook zelf ook bij die BLM-protesten stond. Ja. Maar dat werd ze dus ontnomen, dat grondrecht. Ja. En iedere keer bij elke gemeente waar ze aanklopte, werd hetzelfde gezegd. Die burgemeesters hangen natuurlijk allemaal met elkaar aan de telefoon. Dus daarop hebben ze besloten om het digitaal te laten zijn. Ja, ja. Ja, klopt. Dus dat was de stap naar het meer naar buiten toe manifesteren. Niet alleen met geschreven stukken, maar ook met het gesproken woord. Dus ja, dat was nieuw voor mij, ja. Ja, en maar hoe was dat voor jou dan, zo'n demo, de eerste keer? Of nou ja, je bent er geloof ik maar 2 of 3 geweest toen. Ik kan me voorstellen, dat was natuurlijk niet echt wat je had verwacht in maart, dat je dat ging doen. Nee, helemaal niet. Nee, en nu, opeens stond je... Ja. Stond je er tussen. Ja, nou ja, omdat ik me inderdaad zorgen ga maken over of wij onze democratie niet langzaam maar zeker aan het verspelen zijn. Dat heb ik ook in een van de stukken geschreven, die ik op LinkedIn had gezet. Dat de vrijheid en de democratie volgens mij echt nu in gevaar aan het komen zijn. Dat is een echte zorg die ik heb. Ik zie dat gebeuren en De manier waarop dat gebeurt is volgens mij niet meer te rijmen met het doel wat men daarmee zegt na te streven. Dus ik vind dat een heel grote zorg. En dat heeft me gemobiliseerd. Want dat had ik inderdaad een half jaar eerder niet gedacht dat ik zoiets zou doen. Ik ben niet van het meest activistische type, heb ik altijd gezegd. Maar ja, dan moet ik misschien een beetje nuanceren. Als ze daar aankomen, dan wordt het toch anders. Ja, dat ik hoor zeggen, dat zeg jij. Maar dat heb ik toch afgelopen week, heb ik daar toch een andere persoon dan in gezien. Ja. Voor op de barricade, hoor. En over voor op de barricade gesproken. Want afgelopen zaterdag was er dan de demo op het Museumplein. Internationaal. En er was volgens mij een oproep gedaan aan zorgmedewerkers en aan veteranen om in de frontlinie te gaan staan om de burger te gaan beschermen. Omdat natuurlijk, of de demo's worden, net als voor vrouwvrijheid, worden ze gecanceld. Mocht ze niet door laten gaan. Of ze worden met een heel groot geweld leeggeveegd. Mm-hmm. En dat had jij nog niet gezien, geloof ik, tot op dat punt. Hè? Een leeggeveegde demo met de waterkanonnen en zo. Nou, wat ik gezien had, was een week eerder. Het Malieveld was dat, als ik me goed herinner. Mm, ja, oh ja. Dat daar excessief geweld is gebruikt door de politie. Tegen demonstranten die volgens mij in meerderheid vreedzaam waren. Er zal misschien een enkele oproerkraai zijn geweest, maar veel is dat volgens mij niet geweest. Maar dan nog zag ik dat er met vol geweld werd ingeslagen op mensen die op de grond lagen. Dat er honden op afgestuurd werden. Dat er werd doorgeslagen bij mensen die al helemaal uitgeschakeld waren op de grond lagen. Toen dacht ik, ja, is dit Nederland? Dit kan gewoon niet. Wat zijn we aan het doen? Waar gaat ons land heen? En dan moet ik zeggen, dan maak ik me nog minder zorgen om mijzelf dan om mijn kinderen en om de generaties na ons in het algemeen. Ik denk van, ik heb de morele verplichting om nu op te staan en hier iets tegen te doen en mensen te beschermen. En dat hadden meerdere met mij en binnen het artsencollectief, maar ook bij verpleegkundigen en verzorgende mensen uit de zorg, die zeiden van, ja, dit kan natuurlijk niet. En los daarvan hebben de veteranen hebben besloten van, nou, wij gaan die vreedzame demonstranten beschermen, want wij hebben een eed gezworen dat wij volk en vaderland beschermen en de vrijheid en de democratie beschermen. En het recht om te demonstreren is een symbool daarvoor, dus wij gaan beschermen. En dat is zo bij elkaar gekomen. De mensen uit de zorg hebben gezegd, nou, als zorgverleners zijn wij een soort symbool voor het zorgen, voor de gezondheid. En de gezondheid houdt ook in dat je een vrijheid van meningsuiting hebt, dat je niet alleen geen COVID hebt, maar dat je op alle mogelijke manieren, op alle terreinen, je mag ontwikkelen en je mag uiten. Wij staan gewoon niet toe dat vreedzaam demonstrerende mensen op die manier gemolesteerd worden.
onder het mom van een demonstratie leegruimen. Terwijl ze niets anders doen dan daar staan. En goed, dan staan ze niet op 1,5 meter. Nou, we weten dat buiten eigenlijk geen besmettingen haast plaatsvinden. Dus wat rechtvaardigt dan dit soort geweld, dat je met knuppels en honden op mensen afgaat die niets anders doen dan iets minder afstand houden dan de overheid voorschrijft? Dat is niet in proportie. Dat is niet uit te leggen. Dat is niet te verdedigen. Dat is niet om aan te zien. Dus toen het idee ontstond van, nou, wij gaan een witte ring van zorgverleners vormen rondom die demonstranten om te zorgen dat dit soort geweld niet plaatsvindt, om hen te beschermen, dacht ik, ja, hier moet ik bij zijn. Dit kan ik niet over me heen laten. Ik kan hier niet thuis blijven zitten en anderen het vuur uit de kastanjes uit het vuur laten halen. Dus ging ik mee. Mm-hmm. En nou, we gaan wel zien, maar ik kan me toch voorstellen dat we hiermee dit geweld kunnen voorkomen. En volgens mij is het goed gelukt. Ja, ja, en nog één opmerkelijk iets voordat we dan echt naar dat moment over gaan. Maar wat ik zelf dus hoorde, is dat, want afgelopen zondag was er dus was er weer een BLM-protest. Ja. Waarin Halsma de opdracht had gegeven aan de politie om niet in te grijpen, koste wat het kost. Had ik dan van de insiders van de politie gehoord. Op voorhand al dat zeggen. En moest kijken wat een verschil er dan is met demonstratie tegen de maatregelen, totalitaire maatregelen tegen, daartegenin, zeg maar. Toen ik dat hoorde, dacht ik van, nou ja, goed, weet je, we moeten niet meewerken aan die tweedeling in de maatschappij, maar het is natuurlijk van de zotte dat je dat op die manier behandelt en dat je dat wat daarvoor geweld gebruikt wordt tegen mensen die gewoon daar staan. En inderdaad, vredelief, want ik ben er een paar keer vaak bij geweest en het is al bijna altijd vredelief, ja. Inderdaad. Maar goed, dat is ook dus, wat ik gezien heb. Je bent vredelievend, hè? Ja. 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 Op een gegeven moment stond jij dus afgelopen zaterdag op het Museumplein. En toen stond je ook voorop. En je stapte ook gewoon uit richting de ME om met hen te praten. Ja. Was je, hoe, ja, je niet activistisch, zeg je. Maar je gaat gewoon naar de ME toe en je gaat gewoon verhaal halen daar. Terwijl ze gewoon met een geweld aan veel ME'ers en politie en whatever klaarstaan voor je. Ja. Nou ja, ik heb helemaal niks met geweld en dat soort dingen. Daar kan ik niks mee. Daar ben ik helemaal op tegen. En ik zag daar die enorme linie van ME'ers. En die waterkanonnen, die waren al in stelling gebracht en ook al gebruikt. En vervolgens die honden die daar wild stonden te blaffen. En toen dacht ik, dit is gewoon zo absurd. Dit is niet helemaal niet adequaat voor de situatie. Ik snap als je daar een troep hooligans hebt staan, dat je met dit soort geweldsvertonen en intimidatie hier komt staan. Maar hier staan gewoon mensen die vrede en liefde staan te roepen, staan te zingen en alleen maar staan en geen ander doel hebben dan daar vreedzaam te blijven staan. Het slaat nergens op om daar met zo'n geweld te komen. Maar ons doel was, dus we stonden daar met die linie. Ik denk, oké, hoe nu verder? Die ME die kwam langzaam naar voren. We hadden al een paar keer de oproep gehad van, nou, we gaan geweld gebruiken. Ik denk, ja, wij zijn hier natuurlijk gekomen om te voorkomen dat het geweld wordt gebruikt. En dat die mensen allemaal gewoon kunnen demonstreren, hun punt kunnen maken en gewoon veilig en vreedzaam naar huis kunnen gaan. Dat is ons doel. Ik dacht, hoe gaan we dit doen? Die mensen die stonden, die ME stond op 15 meter afstand inmiddels van ons. Ze stonden daar stil, stonden daar dreigend. En toen dacht ik ineens aan, ik zie die ME'ers nog wel eens een keertje. Met name als ik de spoeddienst heb, dan wordt er in onze regio nog wel eens getraind. En dan komen ze met ziekte of blessures of verwondingen. En dan zie ik die mannen komen. En het zijn eigenlijk heel aardige kerels. Het zijn gewoon lieve jongens. En nou, dan maak ik daar een praatje mee. En dat is eigenlijk altijd heel gezellig. Dat zijn mensen, daar kan ik wel wat mee. En daar dacht ik aan. Denk dat achter die zwarte maskers en achter die helmen en die vizieren zitten gewoon jongens die gekozen hebben voor een respectabel beroep. Want in sommige situaties, als bij een voetbalwedstrijd waar het uit de hand loopt, ben je heel blij dat ME er is. Die hebben gekozen voor dat beroep, maar die hebben niet gekozen voor elke opdracht waar ze voor moeten gaan. Dit beroep brengt met zich mee dat je moet zeggen, oké, ik ga. En of je dat nou mee eens bent of niet, het doet niet meer ter zake. Maar die jongens staan daar en ik realiseerde me dat veel van die jongens misschien ook wel aan onze kant hadden willen staan op dat moment. En misschien ook op zijn minst daar moeite mee hadden van, ja, ik wil wel mee zijn, maar eigenlijk hier niet. De disproportionaliteit zag ik, maar die moeten veel van die jongens ook gezien hebben.
En ik denk, we moeten uit deze situatie komen. Want als iedereen hier zo blijft staan, dan kan de politie bijna niet anders dan zeggen, jongens, dit pikken wij niet. En dan gaat het mis. Dan zijn er een paar mensen die zich misschien gaan verzetten. En dan gaat het fout. Dus toen dacht ik, oké, hoe zou het zijn als ik gewoon door die linies van die veteranen naar voren loop en met één of twee van die ME'ers gewoon ga praten, verbinding gaan maken. Want het was het symbool van polarisatie. En ja, ik ben van nature een verbinder. Ik zoek altijd naar wat hebben we wel samen. Niet wat scheidt ons, maar wat bindt ons. Dus ik dacht, oké, wat gebeurt er? Is dat iets heel stoms wat ik doe? En voor mij stond een veteraan die eruit zag alsof hij wat ervarender was in het demonstreren dan ik. En ik zei tegen hem van, wat gebeurt er als ik naar voren loop naar die ME? Nou, zei hij, ik denk niet dat je meteen een knuppel in je nek krijgt. Dat leek mij ook niet. Dus ik heb eventjes nagedacht van, ik vond het wel spannend. Ik weet niet of dit een goede zet is, maar het voelde als een goede zet. Ik denk, er moet iets gebeuren om deze situatie, die ging escaleren, die dreigende werd, die moeten we doorbreken. Nou, laat ik dat maar doen. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, oké, ik loop naar voren en ik had geen plan. Ik ga wel met hem praten. En dat heb ik gedaan. En toen ik, nou ja, ik heb tegen hem gezegd dat ik me kan voorstellen dat dit voor hem ook niet makkelijk is. En dat hij dit eigenlijk ook niet wil. En dat hij misschien ook veel liever wil dat we dit op een goede manier verder eindigen. En dat ik denk dat dat ook kan. Dus ik heb even wat op hem ingepraat. Hij is ook wat terug, maar door dat vizier kon ik dat allemaal niet verstaan. Maar we hadden in elk geval even contact gemaakt. Toen ben ik teruggegaan en heb ik tegen de anderen gezegd, ik denk dat we allemaal even naar voren moeten gaan en allemaal even contact moeten maken. Dan doorbreken we dit wat hier gebeurt, van het steeds verder tegen elkaar in gaan staan. Laten we dat doen. Dat heeft iedereen gedaan. En vervolgens hebben we gezegd, oké... iedereen die hier is, de demonstrant, heeft nu zijn punt kunnen maken. Als wij nu opbreken, dan nemen wij het initiatief. Dan is duidelijk dat wij niet uit zijn op verdere escalatie. Dan hoeft die ME ook niet in te grijpen, want het gros van die jongens wil dat ook helemaal niet. Die is daar ook blij mee. Dan zijn er geen gewonden. Dan zijn er voor de media ook geen beelden waarmee ze kunnen framen van, kijk eens wat het weer gewelddadig is. En dan is het voor iedereen een winstsituatie. En dus toen zijn wij vertrokken. En toen hoopte ik inderdaad dat de demonstranten zouden volgen, wat ook gebeurde. En zo eindigde het eigenlijk op een hele vredige manier. Ja. En vervolgens was een prachtige mars door de stad. Ja, want jij zegt eindigt, maar ik zeg begint. Ja, dat klopt, er begint iets anders. Er begint iets anders, want iedereen kwam dat veld afgelopen met onder gejuich van de demonstranten, ja, met jullie voorop. Ja. En iedereen liep er achteraan. En ik weet nog dat ik een huilende Nadia naast me had staan, die zei, godverdomme, eindelijk. En daarmee wilde ze denk ik zeggen dat eindelijk kwam er inderdaad, was er geen daar conflict. En hadden we het voor elkaar gekregen, of had men het voor elkaar gekregen om te gaan lopen. En, ja, en eigenlijk iedereen daarmee te slim af te zijn, per ongeluk dan. Maar dat dan zie je dus, dat is mooi, omdat het, ja, onvoorbereid is. Wisten ze ook niet wat ze doen moesten. En ging gewoon die hele karavaan met duizenden mensen, was het. Hè? Niet, ja, zoals NOS weer zei, honderden. Maar nee, het waren duizenden mensen. Duizenden, ja, mensen door die stad heen. Ja. Ja, dat was fantastisch. Ongeorganiseerd. Ja, het was echt een prachtig moment. Het is echt, wow, ik vond het ontroerend om dit mee te maken. Hoe blij de mensen waren dat dit zo ging. En dat had ik ook zo niet verwacht. Het was natuurlijk wat we als zorgverleners deden, was een beetje een geïmproviseerde, spontane actie. Maar het pakte heel goed uit. En, maar toen begon het inderdaad. Toen begon de mars. En vervolgens eindigde die in een soort doodlopende weg. Althans, die was doodlopend gemaakt. Waardoor we nog minder afstand konden houden dan we tijdens de demonstratie konden. Ja. Ja, want wat er basically gebeurd is, want op een gegeven moment werd het een beetje raar. Je werd een beetje in de weg ingevoerd. En dan zie je, ja, dat die gasten toch al goed getraind zijn. Maar en op een gegeven moment loopt er na dood. En de helft was al een beetje weg. Die had het volgens mij al door. En je werd volgens mij de Leidse Kade opgestuurd. En bij de gracht, ja. En daar werd het aan de ene kant werd het dichtgezet. En toen eigenlijk de hele stoet erin was, bam, werd de achterkant ook dichtgezet. En werd iedereen ingesloten. Ja. Ja, hoe is het daarna verder gegaan?
Hoe is het daarna verder gaan? Ja, we hebben daar een tijd gestaan. En ik moet zeggen, het was een hele ontspannen, gezellige sfeer. Mensen stonden te zingen en te dansen. En het was helemaal niet ongezellig. Het weer werkte ook niet tegen, moet ik zeggen. Het heeft een tijdje geduurd. Ik weet niet precies hoe lang. En vervolgens kwamen er bussen. En was het de bedoeling dat mensen in grote bussen gingen zitten. Er werden mondkapjes uitgedeeld. Om in die bus te gaan zitten. En er gingen wat ME'ers mee in die bus. Ja, de sfeer was buitengewoon gezellig. We hadden geen idee waar we heen gingen. Naar een politiebureau of naar een andere plek. We hadden echt geen idee. Maar het was heel gezellig. Het was ook gezellig met die ME'ers. Die gewoon ook een kap afzetten en in gesprek gingen met mensen. Dus de sfeer was buitengewoon gemoedelijk. En uiteindelijk zijn die bussen een kilometer of 10, 12 buiten de stad gaan rijden. En hebben ons daar afgezet. Hmm. Waar vervolgens een massa solidaire mensen iedereen heeft opgehaald, volgens mij. Hmm. En wat je net zegt, is ook van andere bussen. Dat de ME'ers daar even uit hun normale werk waren. En eigenlijk bijna allemaal zeiden van, ja jongens, ik weet het ook niet, man. Ja, waar slaat dit eigenlijk op? Gaan we jullie nu buiten de weet je wel, eigenlijk gewoon echt eerlijk waren over de situatie. Van ja, ik weet ook niet wat ik hiermee moet. Nee, dat snap ik. En ik denk dat voor heel veel van die jongens geldt. Er zullen er zeker zijn die zeggen van, nou, ik ben tegen deze protesten. Nou, dat mag je ook vinden. Maar ik denk dat de meeste, of bijna allemaal, eigenlijk niet echt op. Er wordt natuurlijk gesuggereerd in de media dat ze hartstikke gek zijn op even een flinke matpartij. Ja, dat zal misschien een enkeling zijn, maar die hoort dan niet in zo'n ME-korps thuis, volgens mij. Maar ik denk dat de meeste jongens het eigenlijk ook niet willen. En ook wel zien dat dit buitenproportioneel is. Maar goed, zij hebben een baan waarbij orders moeten worden opgevolgd. Maar als je ze op die manier los van die kolonnes gewoon los spreekt, dan zijn het gewoon aardige jongens waar goed mee te praten valt. En ja, ik denk dat we die verbinding ook moeten zoeken. Ik heb af en toe ook compassie met die mannen. Want dat is niet altijd fijn als je dit moet doen. En een groot deel daarvan zal er toch op zijn minst een stukje genuanceerder over denken. En dit zijn gewoon doorgaans gewoon aardige kerels die helemaal geen kwaad in de zin hebben. Dat denk ik echt. Ik heb echt vertrouwen in mensen, maar ook in deze mensen. Die zijn ook het volk waar wij voor opkomen. Voor een deel ben ik met je eens. Ik heb wel al dingen gezien van de buitenparlementaire onderzoekscommissie en ook van een interview bij Blue Tiger. Het is daar wel verdeeld, heb ik het idee. Ja, het is een afspiegeling van de maatschappij, denk ik. Precies. En ik denk wel, ik heb ook daar weer het idee van the time is now om iets van je te laten horen. Want ook als je tegen dit alles bent, heb je een grote rol te spelen. Het is wel belangrijk ook om daar iets, om de assertief in te zijn. Want dit is wel, hoe langer dit duurt, hoe groter de kans is dat het echt misgaat natuurlijk allemaal. Maar wat ik vooral opmerkelijk vond daaraan is, want het is, ik bedoel, ik ben blij dat ik hoorde dat die ME's in de bus, zeg maar, letterlijk en figuurlijk een helm afdeden. Maar dat het is toch wel weer je Rijnse kinderachtige waanzin dat je daar wordt vastgehouden tot 5 uur eigenlijk. Ja. Voor straf, hè? Want je bent met veel te veel man om op te pakken. Ja. Je bent ook met veel te veel man voor boetes uit te schrijven. Daar hebben ze echt geen zin in voor die duizenden mensen. Nee. Dus je wordt maar in bussen gezet en buiten de stad ergens gedumpt. Een beetje pesterij, hè? Dat is zo ongelooflijk kinderachtig. Ja. Ja. Dat is het enige wat ik ervan kon denken. Jeetje, wat kinderachtig. Ja, ja. Ja. Dat hebben we ook wel tegen ze gezegd, hoor. Toen we in de gaten hadden wat de bedoeling was van, vind je het nou zelf ook niet heel kinderachtig om dit zo te doen? En dat hebben ze natuurlijk ook niet bedacht. Nee. Maar dat was het zeker, ja. Het was gewoon een beetje pesten. Ja. Waar ik wel erg, ik schrik er niet meer van. Dus ik ben er niet van geschrokken. Maar waar ik me wel meer gewoon mateloos aan geërgerd heb, is dat de media natuurlijk weer de dag op de dag zelf. Want zoiets kan je natuurlijk weer niet framen. Dus wat gebeurt er in de media? Het is een verkleed partijtje van mensen die niet echt veteraan zijn en ook geen zorgmedewerker zijn. Ja, dan moet je precies mij hebben, waarvan jij, mijn stiefvader, nota bene voorop heeft gestaan in het hele verhaal, waarin ik meerdere zorgmedewerkers ken die daarvoor hebben gestaan en ook een aantal veteranen heb gesproken van die kant. Mm-hmm. Dus ik weet dat het bullshit is, maar tjonge, jonge, zegt dat die media dat dan weer zo moet framen. Ja,
Nou ja, dus, dat is zoiets op social media wordt gezegd, kan ik nog tot daar, vind ik nog tot daaraan toe. De media heeft natuurlijk de taak om dit soort dingen ook te verifiëren. Ik bedoel, die had natuurlijk best een aantal van die zorgverleners kunnen interviewen als ze twijfelden of het echt zorgverleners waren. Dat waren het wel. De meeste daarvan ken ik en het zijn echt zorgverleners. De veteranen ken ik natuurlijk wat minder. Maar een aantal heb ik gesproken en ik heb niet de minste twijfel dat het echt veteranen zijn. Maar de manier waarop de media dat zonder enige verificatie naar buiten heeft gebracht. Ja, wat we daar lezen is. Ik was verbouwereerd. De schellen vielen van mijn ogen. Wauw, kan je zo naast de waarheid schrijven. En ook weten dat je dat doet. He, want je verifieert niks, je verzint maar wat. En dat is dus wat er in de kranten wordt geschreven. Dat is wel voor mij nog eens een keer een eye-opener geweest. Het klopt gewoon echt niet. Ze verdraaien echt de feiten. En dat zou ik niet snel zeggen, dit soort dingen. Want ik zie altijd wel de nuance. Maar hier zijn de feiten echt gewoon niet gevolgd. Dit is fake news. Ja, het klopt niet. Mm-hmm. Nee. Grappig dat die term bij mensen als Trump altijd gebruikt is. En nu begin je opeens te merken dat hij misschien al die tijd daarin toch wel gelijk had. Maar wat ik... het is zo... soms denk je van ja, het is, weet je, die media die schrijft het om meer, weet je, om angst in te schrijven. Want dat is goed voor hun abonnees en voor het geld uiteindelijk. Maar op dit soort momenten kom je erachter dat het systematisch zo fout zit bij plekken als de media. Maar mensen werkzaam in de media ook, want dat is het. Want ze zijn rancuneus. Dat merk je echt. Ze zijn erop uit om het te framen. Om verschillende redenen. Ik denk één, omdat ze... Nou ja, dit al een jaar aan het doen zijn. Dus je kan er opeens niet heel goed meer op terugkomen nu. Want dan moet je toegeven dat je onderdeel bent geweest van het hele probleem. Maar ook gewoon een echte je rancune jegens de mensen die opkomen voor de vrijheid. Omdat het tegen hun waarheid ingaat. Dat merk ik enorm. Ook bij de mensen werkzaam in de media. Die dan mensen als Isa en ik bijvoorbeeld proberen te framen. Door als antisemieten of zo. Nou ja, ik bedoel, jij, ja, antisemitisme... bij ons gebruiken, dat is natuurlijk de grootste onzin die er bestaat. Ja. Maar zo gebeurt het dus gewoon, omdat ze je gewoon echt willen cancelen. En dan dat willen ze vanuit hun intrinsieke motivatie... en niet omdat hun meerdere dat zegt dat ze dat moeten doen. Bij een paniekreactie, hè? Ja, maar precies. En ik denk dat komt omdat je aan hun waarheid komt. Alleen, ik vind dat wel een hele enge... Het zit dus niet zeg maar in de bedrijven per se, maar echt in de journalisten ook... zo diep geworteld zit het. Ja, hoe ga je ooit hier nog uitredden? Die media is niet meer te redden in mijn ogen. Nee, dat journalisten zich lenen voor dit soort framing... die gewoon echt, dat heb ik nu kunnen vaststellen... feitelijk onjuist is, dat vind ik wel heel zorgwekkend. En ook het feit dat er zo weinig journalisten daar uitstappen... en zeggen van, jongens, hier doe ik niet aan mee. Dit is gewoon helemaal tegen het DNA van de journalist in om dit te doen. Je moet kritisch en onafhankelijk bericht geven. Je mag best een mening geven, maar... geen feitelijk onjuiste dingen, zo makkelijk controleerbare dingen... helemaal verkeerd weergeven. Dan ben je geen knip voor je neus waard als journalist als je dat doet. Nee, ja. Nee eens. En dan het ergens. Kijk, ergens zou ik dan nog zeggen van oké, nou prima. Als zij zoveel onzin willen verspreiden, moet ze lekker zelf weten. Dan laat je de alternatieve kanalen groeien. Op zich mooi, denk ik ook. Komt een aanwas van wat breder, pluriformer journalistenverhaal. Maar dat wordt nou gecensureerd. Ja. Dus dat kan ook niet. Dus je bent dus gebonden aan de framing van de mainstream media eigenlijk. En niks anders kan dan dat. Ik vind dat zorgwekkend. Maar ja, hoe ga je daar in godsnaam nog uitkomen op die manier? Vraag ik me wel eens af. Ja. Ja. Heb ik ook niet meteen een pasklaar antwoord op, eerlijk gezegd. Ik ook niet. Ik denk dat we gewoon... En dat is eigenlijk een breed ook in dit verhaal terug. Maar eigenlijk iedere keer is dat de systematische problemen... zitten zo ontzettend diep wat mij betreft. Is dat heel moeilijk om dat nog aan te pakken... vanuit binnen de systemen eigenlijk. Mm-hmm. Dat denk ik... En hoe zeg, want we hadden het net in het begin er al even over af. Nee, helemaal niet. Ik weet niet of het begin was. Maar we hadden het over dat artsencollectief. En dat daar die artsen met elkaar gingen. En dat je dan toch daar weer zo'n groep ziet van mensen die wel kritisch durven te denken. En dat denk ik een mooie ontwikkeling is. Zie je zo'n, en daarin noemde ik al het woord parallele samenleving. Zie jij zoiets als een oplossing voor dit hele probleem? Ik ben daar nog niet zo heel diep ingedoken. Maar ik kan me zo voorstellen dat... dat het wel ontstaat. Of het dan de oplossing is, daar heb ik nog niet voldoende kijk op. Maar ik denk dat voor veel mensen de situatie zoals die nu is...
zo onacceptabel is, dat hij in elk geval wel, dat er wel zoiets als een parallelle samenleving zal ontstaan. Mensen zijn er al mee bezig, merk ik en hoor ik. Zeker. Ja, dus ik kan me daar iets bij voorstellen dat het gebeurt. Of dat de oplossing is, weet ik niet. En zie je daar in de medische wereld ook een rol in weggelegd? Want wat ik namelijk zie gebeuren nu, is als je bijvoorbeeld naar mezelf, naar mijn eigen situatie kijkt, ik maak me nooit zorgen hierover. Ik fiets me hier wel doorheen en het komt wel goed. Ja. Maar totdat je straks in één keer je been breekt en je moet naar het ziekenhuis, dan kan je zeggen, ik wil die PCR-test niet. Maar het zal een worst wezen. Ja. Jij gaat die PCR-test doen, anders kan jij met je gebroken been buiten blijven. Ja. En dan begint het toch wel schrijnend te worden. Kijk, als je kan kiezen om niet te gaan vliegen. Weet je wel? Mm. Of om daar een manier voor te verzinnen om het wel te doen, of met de auto te gaan. Dat maakt niet uit, weet je, wat je erop verzint. Daar kan je altijd iets op verzinnen. Maar zoiets essentieels als zorg, dat wordt natuurlijk wel problematisch op het moment dat je er niet in wil meewerken. Dus ik weet dat Jan Bonte destijds al zei in mijn gesprek met hem al van, als ze zo ver gaan dat ze dit soort dingen verplicht gaan stellen in de zorg, ben ik de allereerste voor de mensen die hier geen zin in hebben om hun eigen kliniek op te richten, zodat ze dat niet hoeven te doen. Dat stelde mij weer gelijk gerust eigenlijk. Maar zie je dat zelf ook zo, dat dat een mogelijkheid wordt? Of zie je zelfs misschien wel voor jezelf daar nog een rol in weggelegd? Ik denk dat het wel gaat gebeuren. Je zult artsen krijgen die zeggen van nou, en die zitten niet alleen in het COVID-collectief, denk ik, maar ik denk dat er veel meer mensen, veel meer artsen zijn die zeggen, ja, weet je, ik vind mijn plicht om voor de patiënt te zorgen zo cruciaal. Die wordt niet opzij gezet door het feit dat een patiënt geen PCR neemt, geen PCR-test neemt. Dus ik denk dat er artsen zullen zijn, zeker, die zullen zeggen van nou, dat wordt niet een vereiste. En die ruimte zal er denk ik wel komen voor patiënten ook om zorg te krijgen bij artsen en verpleegkundigen die dat in elk geval niet als een randvoorwaarde stellen. Ja, maar ondanks dat het wel gesteld gaat worden door de brancheorganisaties en zo. Ja, ja. Nou ja, goed, als je het dan hebt over ziekenhuizen, dan zou je min of meer in een parallelle samenleving zou je ziekenhuizen moeten hebben waarvan die daar andere regels op nahouden als huis. Dus kan je daar nog wat anders mee omgaan. Ja. Ja, dat gebeurt nu al wel, denk ik. Maar in ziekenhuizen is dat natuurlijk lastiger. Daar ben je meer aan de regels van het huis gebonden. Maar ja, als dat inderdaad zo'n vorm gaat aannemen, kan ik me voorstellen dat er zich zoiets gaat ontwikkelen. Dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 geregeld. Dus er zal een flinke overgangsfase komen waarin je er bijna niet onderuit kunt, denk ik, als ziekenhuizen die eisen gaan stellen. Hoopvol voor de toekomst? Zorgwekkend, maar misschien moeten we er ook uitdagingen in zien om verschillende modaliteiten te vinden om hiermee om te gaan. Dat kan misschien ook wel binnen de bestaande ziekenhuizen. Want het is natuurlijk wel een dilemma als je dit soort eisen gaat stellen aan het verlenen van zorg en zeker aan acute zorg. Hoe ethisch is het als je daar een hele discussie met een patiënt over aangaat? Nou, het gebeurt al, hè. Ik heb een voorbeeld van onze zuidenburen. Een bericht gekregen van de dochter van iemand die. Zij zei, mijn vader heeft kanker en wordt niet behandeld zolang hij het vaccin niet neemt. Dat is kras. En en ik weet natuurlijk niet precies hoe dat in België zit, dus ik probeer dan ook maar te helpen waar ik kan. Maar uiteindelijk kreeg ik een week later van, ja, hij heeft het vaccin maar genomen ondanks dat hij het niet wilde. Want hij moest gewoon, hij moest behandeld worden. En toen dacht ik wel van, nou, in België gaat het iets harder aan toe dan hier. Van ja, laat ons geen illusies wekken. Kijk maar hoe het in Israël gaat. Mm. Grote mevrouw Kaag is een van de grote winnaars hier. En is een voorstander van dat het er zo aan toe gaat. We weten allemaal dat Kaag het hier min of meer voor het zeggen gaat krijgen. En dan hoe het er in België toe gaat. Ik wek me geen illusies dat het gaat ons niet gespaard blijven. Nee. Ik weet niet welke kant het op zal gaan. Ik heb zoiets gehoord van een dergelijk geval. Ik ken niet alle ins en outs, dus ik vind het lastig om daar een oordeel over te geven. Maar daar zitten nogal wat ethische haken en ogen aan. Ik denk dat dat laatste woord nog niet over gezegd is. Oké, en voor de toekomst kunnen patiënten die zich zorgen maken, die kunnen rekenen op jou? Mijn patiënten kunnen altijd op mij rekenen. Mooi.
Oké, okay, Jan, dankjewel hiervoor. Okay. Als je niks meer hebt toe te voegen, dan vind ik dit een hele mooie afsluiter. Oké, okay, dat is goed. Dan laten we het hierbij. Oké, top. Dankjewel. Ja, bedankt. Lieve vrienden, als jullie het tof vonden, like de video. Deel hem met je vrienden uiteraard. Ik zal hem ook al proberen op mijn website te zetten. Deel hem vanuit daar ook even door. En help me ook nog eventjes, hè, als je wilt dat deze video's en dat de website nog beter eruit komt te zien en dat we die censuur vermijden. Ga naar mijn website www.jornluca.com. En doneer daar. Abonneer je voor de time being ook nog eventjes op mijn YouTube-kanaal. Deel het dus met je vrienden. Laat me in de comments weten dat jullie nog vette gasten hebben die jullie willen zien. En we zien jullie snel weer. Ciao.